Goedenavond. We gaan beginnen. Dus als iedereen plaats wil nemen, heel graag. En ik heb wel een vriendelijk verzoek. Kom zoveel mogelijk naar voren. Het lijkt net een klaslokaal dit. Iedereen gaat achteraan zitten. De meester is vandaag niet streng, dus kom gerust naar voren. Even een hele kleine huishoudelijke regel voor straks. Als iemand een vraag heeft, en dat mag, doe dat dan altijd via de microfoon. Want het wordt geregistreerd, er wordt een filmopname gemaakt met geluid. Dus als u een vraag stelt zonder de microfoon, dan komt dat niet op de rapportage. En u hoort het, Arno gebruikt de microfoon niet, maar het is toch opgevangen. Vanavond gaan we het hebben over de NAVO. En de NAVO, opgericht in 1949, na de Tweede Wereldoorlog, was eigenlijk opgericht niet voor iets, maar tegen iets. Eigenlijk was het opgericht om te voorkomen dat het bolsjewisme zich verder zou opdringen richting Europa. Een negatief beginpunt, maar wel met een positieve connotatie, namelijk van laten we ons in ieder geval verbinden aan elkaar, zodat we elkaar kunnen verdedigen in geval van nood. Vastgelegd in het beruchte en beroemde artikel 5 van de NAVO. Maar goed, we zijn nu inmiddels 60 jaar verder en dan begint de vraag zich op te dringen, de tijden zijn veranderd en willen we nog wel doorgaan op deze voet of moet het allemaal anders? En er zijn mensen die zijn voor het afschaffen van de NAVO, er zijn mensen die juist hartstochtelijk pleiten voor hervorming en versterking van de NAVO. En daar hebben we vanavond twee representanten van beide kanten. Ten eerste oud-minister Eimert van Middelkoop. En de heer Kees van der Peil, oud-hoogleraar aan de Universiteit van Sussex. Ik geef hun beiden eerst het woord, na elkaar, dus niet tegelijk. Dan zullen zij uitleggen hoe zij tegen de zaak aankijken. En daarna gaan we wat vragen stellen aan de heren, om te kijken van, ligt het een en ander nog eens toe? Waarna u ook de kans krijgt uw vraag aan de heren te stellen. Tot zover. Eimert, mag ik jou vragen om als eerste jouw kant van het verhaal te vertellen. Zo'n ding voor je mond houden? Je moet zo'n ding voor je mond houden, ja. Dat vind ik vreselijk. Hij ligt achter je trouwens. Je mag ook deze pakken. Dankjewel. Dames en heren, goedenavond. Dank voor de uitnodiging om hier naar Haarlem te komen. Ik heb een hele leven lang in het politieke bedrijf gezeten en ontwikkel je wel zoiets als een verslaving. Dus om over politiek te praten vind ik uitstekend, zeker over dit onderwerp. En de gedachte alleen al om hier een hele avond over politiek te praten zonder vermoedelijk de namen van Rutte, Wilders enzovoort te hoeven vermelden, is een bijkomend genoegen. Al hou ik het niet voor onmogelijk dat de naam Trump ook een paar keer valt. Ja, daar moeten we het maar mee doen. Dat is de wereld waarin we leven. Ik moet u eerlijk zeggen, toen ik het verzoek kreeg om hier van de heer Van Broekhoven om hier over dit onderwerp te praten, toen kreeg ik een beetje een déjà vu gevoel van praten over het voortbestaan van de NAVO. Is dat een issue? Wie maakt zich daar druk over? Ik vond het een onderwerp van de jaren 70, 80, toen de NAVO een veel ideologischer onderwerp was. Vooral ter linkerzijde. De NAVO riep vaak sentimenten op van anti-Amerikanisme. Het hele debat over de kruisvluchtwapens, u zult het zich misschien herinneren, de nucleaire taak van de NAVO, waren vaak gepassioneerde debatten en niet zonder reden. Of nog eerder, de NAVO was een van de uitdrukkingen van het industrieel-militair of militair-industrieel complex. Een term die ooit door de Amerikaanse president Eisenhower is bedacht. Tegenover de NAVO stonden mensen met grote politiek-ideologische bezwaren. Soms ook wel pacifisten of meer of minder pacifisten. Maar in mijn herinnering is het allemaal heel lang geleden en is dat debat ook wel uitgedoofd en grotendeels verdwenen. Dus ik moest mezelf als het ware weer een beetje upliften. En daar is niks op tegen. Dank voor de uitnodiging. Om nog eens een keer je te verantwoorden, want ik ben ook 4 jaar lang NAVO-minister geweest, voor datgene wat je misschien vanzelfsprekend acht, maar wat ook best nog eens een keer tegen het licht kan worden gehouden. De eerlijkheid gebiedt natuurlijk wel te zeggen, los van mijn eigen positie, dat de NAVO die debatten van de jaren 70 allemaal glansrijk heeft overleefd. De NAVO heeft een bijdrage geleverd, ik moet even
met grote stappen snel thuis zijn. Een bijdrage geleverd aan het einde van de Koude Oorlog. Het beëindigen van een repressief, atheïstisch, communistisch Sovjetregime. En mede daardoor de bevrijding van de Midden- en Oost-Europese landen. Natuurlijk, de Sovjet-Unie was ook zelf innerlijk vermolmd. Maar de pressie van buiten en ook de geloofwaardige pressie van buiten in de vorm van de NAVO. De koppeling ook van Amerika met Europa heeft ook zeker daar zijn diensten aan bewezen. Daar hoort natuurlijk ook bij de geloofwaardigheid van de nucleaire afschrikking. Ik ben van de generatie die het allemaal behoorlijk ook subjectief en in alle opzichten heeft beleefd. En ook daar een grote zorgen wel over heeft gehad. Maar die nucleaire afschrikking heeft ook zijn functie gehad. Maar bovenal denk ik de bereidheid van de Amerikanen. En historisch gezien was dat ook weer niet zo vanzelfsprekend. Maar de bereidheid van de Amerikanen om leiding te geven aan het Atlantische Bondgenootschap en Europa bij te staan in de verdediging tegen een eventueel agressief Warschaupact. Het agressieve Oosten. In die tijd kon overigens Europa met vrij bescheiden defensiebudgetten welvarende verzorgingsstaten opbouwen. Laten we dat niet vergeten. Ik hou het niet voor onmogelijk dat ergens in de jaren 90, ik was toen lid van de Tweede Kamer, in de handelingen van de Tweede Kamer, een uitspraak van mij staat dat ik de indruk had dat de NAVO last had van een existentiële crisis of een midlife crisis. Maar ik denk het eerste is iets waarschijnlijker. En wel een voor de hand liggende reden, uit mijn mond was dat denk ik toch wel opvallend. De historische taak, zoals Bert Baker zweven al zei, namelijk het verdedigen tegen het Oosten, ja, die was verdwenen. Want het Oosten bestond niet meer in die vorm. We beleefden, zoals de Amerikaanse filosoof Fukuyama zei, het einde van de geschiedenis. De democratie had getriomfeerd. De sociale markteconomie had getriomfeerd. Waar moest je je als NAVO, als bondgenootschap, nog tegen verdedigen? Nu weten we allemaal dat grote organisaties, of ze nu in de politiek zijn of in het bedrijfsleven of waar dan ook, als die eenmaal bestaan, de neiging hebben om altijd maar door te gaan. Is het oorspronkelijke doel verwezenlijkt, dan vindt men wel weer nieuwe doelstellingen. En in zekere zin is dat met de NAVO ook gebeurd. Ik zie even af van de laatste paar jaar. In zekere zin is dat met de NAVO ook gebeurd. Al voeg ik er wel aan toe, en dat begrijpt een ieder, dat het afbreken van een bondgenootschap als de NAVO, het afbreken van de geïntegreerde militaire structuur die we hadden opgebouwd, natuurlijk een buitengewoon ingrijpende stap zou zijn geweest. Zeker militairen en ook veel politici hebben dan toch de neiging om het zekere voor het onzekere te nemen. Het nog een tijdje aan te zien. En dat is ook wel gebeurd. En in die tijd dat men het heeft aangezien, om mezelf te citeren, zijn er denk ik twee belangrijke taken vervuld door de NAVO waar we niet dankbaar genoeg voor kunnen zijn. In de eerste plaats heeft de NAVO een aantal landen in Midden- en Oost-Europa die dat graag wilden, lid gemaakt of die toegestaan dat ze lid werden van die NAVO. Niet primair meer voor die oorspronkelijke verdedigingstaak, al werd dat in die landen vaak wel zo beleefd, omdat ze nu helemaal een begrijpelijk anti-Russisch sentiment hadden. Maar ik denk dat het belang van die stap, met naast overigens de uitbreiding van de Europese Unie, is geweest een bijdrage aan de capaciteitsopbouw van die landen, maar ook een bijdrage aan de normalisering van die landen. Dat je die landen leerde hoe je militair moet plannen. Dat je bijvoorbeeld ook de eis stelde dat het militair apparaat, al de generaals en whatever, onderhorig moesten zijn aan de politieke leiding. Dat er geen sprake van kan zijn dat een militair apparaat zelfstandig beslissingen zou kunnen nemen. Dus als het ware het democratisch toezicht toestaan. We hebben die landen geholpen met het opleiden en het trainen van militairen. En wel zo dat ze na verloop van tijd zelfs een kleine bijdrage konden leveren aan bepaalde operaties. Ik weet natuurlijk best dat de laatste paar jaar, toen niet, de laatste paar jaar, het Rusland van Poetin die geschiedenis is gaan herinterpreteren en heeft gezegd, ja, maar die uitbreiding van die NAVO is een daad van agressie geweest tegenover Rusland. Niet de Sovjet-Unie tegenover Rusland. Ik denk dat dat zeker voor die tijd niet gold, al was het alleen maar omdat Rusland eenzelfde beweging had richting democratie en sociale markteconomie. Maar de NAVO heeft het toch verdisconteerd, bijvoorbeeld door een verdrag te sluiten met Rusland waarin staat dat de NAVO in die landen die nieuw waren, dus de Midden- en Oost-Europese landen, geen grote hoeveelheden gevechtstroepen zouden legeren. Was ook niet meer nodig, is ook niet gebeurd. En ook dat die landen niet meer de resterende nucleaire taak zouden krijgen, die nog ergens
op de plank ligt bij een aantal West-Europese landen. De meeste mensen zijn dat vergeten, maar komt bij mij niet aan met de mededeling dat de uitbreiding van de NAVO een daad van agressie is tegenover China. Dat proces is geslaagd, is gestopt ergens in 2008. Daar was ik zelf bij als minister van Defensie in een top in Boekarest met het niet toetreden of het niet toelaten de eerste stappen van de Oekraïne en Georgië. Ik was er over zelf een mordicus en tegenstander van dat de NAVO zaken zou gaan doen van dit type met Oekraïne en Georgië. Er waren heel veel argumenten voor waar we misschien straks nog over kunnen praten. Maar de lijn was ergens anders getrokken en niet daar. De tweede belangrijke bijdrage van de NAVO na de val van de muur is geweest dat de NAVO als verdedigingsorganisatie weliswaar was opgehouden te bestaan, of althans functieloos was geworden. Maar niets verbood de NAVO als bondgenootschap om te kijken of er misschien geen taken out of area, dus buiten het verdragsgebied, zouden liggen. Daar moest je dan wel unaniem een beslissing over nemen. En dat is ook een aantal keren gebeurd. Je moet zich goed realiseren, we praten in het hier en nu over een andere wereld, maar in die tijd was het een enorm optimistische wereld. De Verenigde Naties waren actief geworden, die waren blauwhelmen gaan sturen. Ook de civiele sector was veel actiever geworden. Human Rights Watch, Amnesty International, het Rode Kruis. Ik was Kamerlid in die tijd en voortdurend kwamen ze naar mij toe. Als er ergens een conflict was, doe iets. Doe iets. Zo zijn we in Bosnië terechtgekomen enzovoort. Enzovoort. In dat klimaat lag het voor de hand dat de VN, die natuurlijk geen eigen leger heeft, een beroep is gaan doen op de NAVO, waar men wel een geïntegreerde militaire structuur had en waar men wel in staat was om behoorlijke krachtige stappen te nemen, militaire stappen te nemen, indien nodig. Ik voeg er wel dit aan toe. De NAVO as such, de NAVO gaat nooit over de vraag of iets al dan niet gelegitimeerd is. De vraag van de rechtvaardiging van militaire operaties ligt niet bij de NAVO, ligt bij de individuele lidstaten en tenslotte natuurlijk bij de Veiligheidsraad. De Veiligheidsraad gaat over de mandatering van eventuele operaties, militaire operaties, en niet de NAVO zelf. Dus de NAVO is, niet in het begin, maar na verloop van tijd actief geworden in Bosnië op basis van veiligheidsraadsresoluties. Later in Kosovo, om een genocide tegen te gaan, op zeg maar een halve veiligheidsraadresolutie. De NAVO heeft inderdaad taken verricht in Irak, maar pas nadat Amerika en Engeland Saddam Hussein hadden verslagen. De NAVO is actief geworden, waaronder Nederland, in Afghanistan, maar pas nadat de Amerikanen de Taliban hadden verjaagd en de Veiligheidsraad de NAVO had gevraagd om stabiliteits- en opbouwtaken te verrichten in dat land. En tenslotte, om wat dichter bij huis te komen in de tijd, de NAVO is actief geworden in Libië, maar pas nadat Hollande van Frankrijk en Cameron van Engeland een beetje als dollemannen op Gaddafi waren afgegaan. En na verloop van tijd tot ontdekking kwamen dat ze toch de hulp van de Amerikanen, CQ de NAVO, nodig hadden. De NAVO is een verdragsorganisatie. Laten we niet al te massief naar de NAVO kijken. De besluitvorming, zoals ik zei, is op basis van unanimiteit. En we moeten ook de NAVO niet groter maken dan het is. Ik heb dat zelf meegemaakt. Ik keek ook best tegen die NAVO aan als een grote machtige bondgenootschap. En dat is het natuurlijk ook best, mondiaal gezien. Maar als je er eenmaal lid van bent, als je erin zit en daar ook een partiële verantwoordelijkheid in draagt, dan blijkt dat best mee te vallen of tegen te vallen. De NAVO heeft een zeer bescheiden budget. Ik heb het niet nagerekend, maar ik schat ergens van een kwart van het budget van de Nederlandse minister van Defensie. En dat is echt niet zoveel, zeg ik uit ervaring. De NAVO heeft nauwelijks eigen spullen. Wat hoofdkwartieren. Het hoofdkwartier in Brussel zit in een gebouw wat vroeger ooit gebouwd is, bedoeld als een ziekenhuis. Dat merk je ook wel. Ze hebben veel personeelskosten. De AWACS, dat zijn die inlichtingentoestellen, die Boeings met die paddenstoel erboven, die zijn van de NAVO. Althans, de NAVO heeft er een aantal, Engeland en Amerika ook. En dat is het wel zo ongeveer. En wat transportmiddelen. Dus alle militaire middelen behoren bij de lidstaten en de beschikkingsmacht erover ligt ook bij de lidstaten. Het is ondenkbaar dat Nederland iets zou gaan doen omdat de NAVO dat vraagt. Zonder de instemming van Nederland, zonder de instemming ook van het Nederlandse parlement. Dus in die zin is de NAVO ook best enigszins kwetsbaar. Ten slotte, wat zijn nou, als je ook naar de toekomst kijkt,
kijk, de meest vitale argument om gewoon door te gaan met de NAVO. In de eerste plaats, wat ik eerder zei, het afbreken van zoiets, daar heb je ongelooflijk goede argumenten voor nodig. Iemand moet mij maar uitleggen dat het afschaffen van de NAVO, en dat is dus het afbreken van een militair geïntegreerde structuur, het stoppen met een bondgenootschap binnen de westerse wereld, waar men toch ook een waardegemeenschap kent, dat dat een bijdrage zou leveren aan stabiliteit, vrede en recht. Nou, ik denk dat het handhaven van de NAVO, in deze of misschien een gemodificeerde vorm, daar veel eerder voor in aanmerking komt. Wat ook ongelooflijk belangrijk is, dat is dat de NAVO het enige bondgenootschap is, de enige institutie is, waar Europa en Amerika op basis van een zekere gelijkwaardigheid zich met elkaar verstaan. We kunnen het toch wel over meneer Trump hebben, doet er even niet toe. Amerika heeft geen, of de Europese landen hebben geen verdrag gesloten met een Amerikaanse persoon, maar met de Amerikaanse staat. Dus ook als het gaat over zaken van veiligheid, en daar hebben we het natuurlijk over, dan zijn de Amerikanen, en de veiligheid die ons aangaat, altijd verplicht om zich te verstaan, ook met de Europese landen. En omgekeerd geeft dat natuurlijk ook aan landen als Nederland de mogelijkheid om mee te praten. Als je geen NAVO hebt, dan is Amerika niet verplicht om zich te verantwoorden tegenover, en binnen zo'n structuur, tegenover de Europese lidstaten. Ik vind dat pure winst. En dan vanuit Nederland gezien, Nederland wordt wel eens een systeemland genoemd, dat betekent dit. Nederland is voor een heleboel andere omliggende landen enorm belangrijk, qua veiligheid, maar ook economisch. Maar hij is niet in staat om zich volledig zelf te verdedigen. En ook dan heeft Nederland belang bij een grotere organisatie dat Nederland in staat zich te verdedigen. Ook als ik op wat kleinere schaal zie wat ik dan zelf ook heb meegemaakt. Als de Nederlandse koopvaardij wordt bedreigd voor de kust van Somalië, dan is de Nederlandse marine zeker wel in staat om een bijdrage te leveren aan de bescherming daarvan, maar echt niet in zijn eentje. Dus dan ben je ook aangewezen op de samenwerking met anderen. En dan is het heel goed dat die samenwerking mogelijk is binnen de NAVO, overigens in dit verband bij dit voorbeeld ook binnen de Europese Unie, om een iets vitaals voor de Nederlandse economie en ook voor Nederlandse burgers, denk aan de scheepslui, om die bijdrage te leveren. De NAVO stimuleert ook, wat in het jargon wel eens heet, de interoperabiliteit. Dat je, als het nodig is, heel goed met elkaar kan samenwerken. Doe iedereen met zijn eigen accent spreekt Engels binnen de NAVO. Dat is nooit weg als je op pad gaat, dat je elkaar in elk geval verstaat. Dus toen al die nieuwe landen in Midden- en Oost-Europa lid werden van de NAVO, ik heb het zelf een keer gezien, is een aandoenlijk schooltje, zitten allerlei volwassen kerels, zaten daar Engels te leren. Want ja, dat was toch een vereiste om binnen de NAVO te kunnen functioneren. Dat geldt natuurlijk ook voor het samenwerken van materieel aspecten. Of om een heel ander voorbeeld te noemen. Wij hadden in Afghanistan, en we waren natuurlijk niet de enige, wij in Nederland, heel veel last van bermbommen. Na verloop van tijd zie je dat elk land daar een expertise ontwikkelt om daar wat aan te doen. En nog weer wat later werd dat in NAVO-verband gedaan. Pikte dat NAVO het op. En ook dat vind ik winst. Als je ergens snel moet ingrijpen, ik noem Libië, nog even los van de vraag of dat verstandig is geweest, ik betwijfel dat, maar goed, dan is er een structuur die dat mogelijk maakt met hoofdkwartieren, met op elkaar ingespeelde militairen. En tenslotte ook kijkend naar de toekomst, waar je bijvoorbeeld geconfronteerd met mogelijke aanvallen van cyber. Ook dan is het goed dat er een geïntegreerde structuur is waar ongelooflijk veel expertise kan worden ingebracht. Denk ook aan de Amerikaanse expertise, die je kan poelen, waarvan je kan leren. En het zou doodzonde zijn als je niet zo'n structuur had waar je geen gebruik van zou kunnen maken. En mijn allerlaatste opmerking. Dit is een verhaal tegen de achtergrond, en daar zullen we het misschien straks nog wel over hebben, van die wereld die vrij snel aan het veranderen is. Die van unipolair, dus van één supermacht, Amerika, multipolair aan het worden is, van een heleboel verschillende polen. Waarbij elke pool zich op zichzelf terugtrekt. Denk aan China, denk aan Rusland, repressieve Rusland. Amerika tegenwoordig ook, make America great again. Hoe nationaal kan je zijn? In zo'n wereld moet je zuinig zijn op elke multilaterale instelling, internationale instelling. Dat geldt voor de VN, dat geldt voor de Europese Unie, dat geldt ook voor de NAVO. Kortom, laten we er heel zuinig op zijn. Ik dank u wel. Ga je nog wat vragen stellen?
even een paar kleine toelichtende vragen die mij dan wel weer boeien naar aanleiding van het relaas van de heer Middelkoop. De eerste is eigenlijk de verhouding tussen de Verenigde Naties en de NAVO. Kunt u daar iets meer over zeggen? Want ik herinner me toch dat in 2001 de Verenigde Staten na de Twin Towers aanslag een beroep deden op artikel 5 van de NAVO. En niet naar de Veiligheidsraad zijn gestapt van jongens, wat gaan we hier aan doen? Nee, ik heb... Maar het ging allemaal heel snel. Kijk, de Verenigde Naties, of beter gezegd de Veiligheidsraad, wat het orgaan is van de Verenigde Naties, wat exclusief gaat over de zaken van vrede en veiligheid, die mandateert, die legitimeert, die rechtvaardigt eventuele operaties. In het verdrag van de VN staat dat oorlog verboden is. Zijn we wel eens vergeten, maar oorlog is verboden. Alleen, het is alleen dan, we leven natuurlijk niet in een ideale wereld, alleen dan kan je geweld inzetten als de Veiligheidsraad dat mandateert. Dus toen Amerika werd aangevallen, heeft de NAVO, alleen de NAVO, gezegd, omdat Amerika is aangevallen, zijn wij allemaal aangevallen. Dus ook Nederland. Dat is artikel 5. Daar heeft Amerika ook een beroep op gedaan. Dat is voor het eerst in de geschiedenis van de NAVO. Dat betekent overigens in de eerste maanden nog heel weinig. Omdat er geen enkele twijfel over bestond. En dat heeft de Veiligheidsraad ook gerechtvaardigd, uitgesproken, dat de Amerikanen, omdat ze waren aangevallen, het recht hadden om tegen geweld te gebruiken. Maar de andere landen van de NAVO zijn daarbij betrokken op grond van artikel 5. In de eerste, wij hadden dus, bij wijze van spreken, een paar weken na september 11, toen Amerika richting Afghanistan ging, hadden ze ook aan Nederland kunnen, hadden ze aan Luxemburg kunnen vragen, laat ik het even duidelijk maken, ook een NAVO-land. Willen jullie Afghanistan aanvallen? Want het NAVO-bondgenootschap is in het geding. Juridisch gezien was dat mogelijk. Nou, het lag enigszins voor de hand dat de Amerikanen dat alweer zelf deden. Maar later is de NAVO, dus alle NAVO-landen zijn ook betrokken geraakt bij de wederopbouw van Afghanistan. Maar dat betekent dus eigenlijk dat u zegt dat de Veiligheidsraad over alles gaat. Ja, over de legitimering. Behalve wanneer het gaat om artikel 5. Nee, misschien leg ik het niet goed uit. Je moet even verbreden. Er zijn een aantal bondgenootschappen in de wereld betreffende veiligheid. De NAVO is by far de meest bekende en ook de meest ontwikkelde. De Afrikaanse Unie heeft ook zoiets. En doet ook een aantal belangrijke taken. Denk pas in Gambia, toen hebben ze ook gedreigd om wat te doen toen die president weigerde af te treden. De Verenigde Naties heeft helemaal geen leger. Maar heeft wel zeggenschap over de vraag, mag er geweld gebruikt worden of niet? Dus de Verenigde Naties heeft al, weet ik hoe vaak, aan de NAVO gevraagd, als regionale organisatie, willen jullie het doen? En het tweede is, dat als één van de landen van de NAVO wordt aangevallen, wat nu met de Taliban of met september 11 het geval was, dan wordt als het ware het hele bondgenootschap geactiveerd. Heeft elk land het recht om, met in dit geval het aangevallen land Amerika, geweld te gebruiken. Oké, dank. Nog een kleine andere toelichting. Ik herinner me dat in 1966 Frankrijk uit de NAVO stapte. U zei net van, de NAVO heeft eigenlijk enorm bijgedragen aan de ontwikkeling van de eigen defensiemachten, bijvoorbeeld van de Europese landen. Maar Frankrijk deed het lekker zelf. Ja, wacht even. Ik heb gezegd, het heeft een bijdrage geleverd aan de inpassing van krijgsmachten in Midden- en Oost-Europa. Die kwamen uit de communistische wereld. Die hadden vaak een heleboel foute generaals. Die hadden nooit enig respect voor parlementen hoeven te hebben. Dat hebben ze allemaal moeten leren. En daar hebben, vooral door expertise natuurlijk, heeft de NAVO een bijdrage geleverd. Dat is iets heel anders dan de casus Frankrijk. Frankrijk heeft destijds, in de tijd van de Gaulle, die zeker zo eigenwijs was, maar denk ik een stuk beargumenteerder dan meneer Trump op dit moment, heeft de militaire structuur van de NAVO verlaten. Niet het bondgenootschap als zodanig, dus niet het politieke bondgenootschap, want dat is natuurlijk ook. Dus kon wel meepraten, maar de militaire structuur. Maar ook dat is inmiddels geschiedenis, omdat ik herinner me wat heel goed, dat was ik in mijn tijd, en zou het 2008 of 2009 geweest zijn, heeft Frankrijk besloten om weer toe te treden tot de militaire structuur. Dus nu is Frankrijk op dezelfde voet als Amerika, Nederland, Luxemburg en noem maar op, weer lid van de NAVO. Okay. Zowel politiek als militair. Ja. Dank. Goed, dat was de voorstem. Tenminste, zo mag ik het toch wel opvatten, meneer Middelkoop. Ja, hè? Meneer Van der Peil, u heeft ook een verhaal en dat wijkt volgens mij een beetje af van het vorige.
kunt ook die microfoon pakken. Ja. Ja, ik wil ook hartelijk danken voor de uitnodiging. Het is een bijzonder genoegen om te kunnen spreken over een zaak die mij bijzonder ter harte gaat. En ja, in zekere zin ben ik eigenlijk, zoals de heer Van Middelkoop zegt, of hij zei dat niet over mij, maar ik ben een overblijfsel uit de tijd dat we de NAVO door een ideologische bril bekeken. Ik weet nog dat wij, toen ik nog in Amsterdam werkte, onze grote denker Siep Stuurman een klein boekje presenteerde dat heet De NAVO als imperialistisch bondgenootschap. En ik zou enorm graag... Even wachten hoor. Ik zou enorm graag kunnen zeggen van dat is allemaal voorbij enzovoort. Maar helaas moet ik constateren en op grond van feiten dat we vandaag de dag te maken hebben niet alleen met een imperialistisch bondgenootschap, maar met een imperialistisch bondgenootschap dat bijzonder gevaarlijke stuiptrekkingen vertoont. En dat op dit moment bezig is om oefeningen te houden in Polen, vlakbij Kaliningrad. Waar Amerikaanse militairen, de volgende zin, zich in Litouwen laten fotograferen voor precies hetzelfde kasteel waar de nazi's in 1944 hun stelling hadden betrokken, namelijk aan de rivier tussen Litouwen en Rusland. En waarbij Amerikaanse generaals bij herhaling verklaren dat de bedoeling van hun aanwezigheid daar is niet om iets te verdedigen, maar om een signaal aan Poetin te geven. Ik ben enorm bang voor die signalen, omdat juist als je de geschiedenis van de NAVO overziet, dan zie je dat dat zeker niet is het beschermen van de vrijheid in het Westen, tenzij we die vrijheid heel specifiek en veel nauwer definiëren dan we gewend zijn, maar dat dat voornamelijk een interventiemacht is geweest. Maar ik begin bij 1991. Misschien is mijn... ik moet nog even mijn toestel hebben om... Oh, hier is die. Kijk, nu gaat een technisch wonder gebeuren. Pijltje naar rechts is de volgende slide. Ja. Dit is wat er in 1991 of na 1991 is gebeurd. Ondanks de toezegging. We moeten niet vergeten dat in 1991 kantelde de wereldpolitiek natuurlijk op een ongeëvenaarde manier. Namelijk de Sovjet-Unie, die de dominante macht in Europa en zelfs ver daarbuiten was, verdween als machtsfactor. Onder Jeltsin was het een geleiachtige structuur die heel langzaam wegzonk in een volstrekt ravijn van menselijke misère en ontkrachting. Duitsland daarentegen nam de leiding in de op dat moment ook herdefinieerde Europese Unie en begon direct met zijn eigen machtspolitiek. Nou, Duitsland was bezet geweest in 1945 en Gorbachev had nog steeds de bevoegdheid om als een van de bezettende machten zijn handtekening al of niet te zetten onder de Duitse hereniging, die overigens meer het karakter had van een annexatie van de in elkaar gezakte DDR dan van een werkelijk bij elkaar komen van twee gelijkwaardige partners. Maar hij wilde daarbij als eis stellen dat het nieuwe herenigde Duitsland een neutrale partij in Europa zou zijn. Nou, dat kon dus niet. Duitsland moest in de NAVO, maar ook de DDR, de voormalige DDR, moest onderdeel van het NAVO-gebied worden. Hij kreeg toen de verzekering van de minister van Bush, minister van Buitenlandse Zaken van Bush senior, James Baker, dat de NAVO geen inch verder zou oprukken dan alleen de Oder-Neisse grens. Dat is niet alleen door Baker gezegd. Er zijn natuurlijk daarna allerlei mensen gekomen die hebben gezegd dat heeft hij niet gezegd. Maar dat is ook gezegd door Genscher tegen Shevardnadze en door nog wel 10 anderen. Met die verzekering is Gorbachev naar huis gegaan. En in dat licht moet je ook die uitbreiding zien. Hè. Je kan niet zeggen van oh, dat is een soort weldadige stabilisering. En natuurlijk heeft de heer Middelkoop gelijk als hij zegt dat de NAVO dan ook voor standaardisering zorgt. En die standaardisering draagt er bijvoorbeeld toe bij dat er enorme markten voor de Amerikaanse defensie worden geopend. Vergeet niet dat het comité voor de uitbreiding van de NAVO in de Verenigde Staten geleid werd door de commercieel directeur van Lockheed Martin. En dat was natuurlijk niet omdat hij van die diepzittende Atlantische idealen had, maar gewoon omdat hij begreep dat als de
landen als Polen, Hongarije en de Tsjechische Republiek, die als eerste zouden toetreden, nieuwe wapens nodig hadden, dat die dan onder andere van zijn, door zijn bedrijf geleverd zouden worden. Europa, of de NAVO is dus uit gaan breiden, niet alleen met een, laten we zeggen, civiele uitbreiding met de landen die ik net noemde en uiteindelijk tot aan voormalige Sovjet-republieken aan de Baltische Zee, maar is ook in gaan grijpen in Joegoslavië. En dat was een reactie op de... Het besluit van Duitsland om tegen alle afspraken binnen Europa in, eenzijdig de afscheiding van Slovenië en Kroatië van de Joegoslavische Federatie, die failliet was, te erkennen, zonder daarbij garanties voor de minderhedenpolitiek te vragen. De Duitsers leken daarbij een eigen machtspolitiek in Europa te gaan bedrijven. En de reactie van de Verenigde Staten onmiddellijk daarop is geweest het erkennen van een, of het aanmoedigen moet ik eigenlijk zeggen, en vervolgens erkennen van een islamitische staat in Bosnië. Bosnië, een deelstaat, een deelrepubliek van Joegoslavië, die uit drie ongeveer gelijke, zij is zeer verschillend verspreide bevolkingsgroepen, Kroaten, Serviërs, in West en Oost en dan de moslims vooral in de grote steden. Dat leidde de werkelijke burgeroorlog in. En enerzijds was het de Amerikaanse interventie erop gericht om een eigen positie in het ontbindingsproces van Joegoslavië te verwerven. Anderzijds had dat ook te maken met het verwerven van goodwill in de moslimwereld na de Golfoorlog van 1991, die onder andere geleid had tot het stationeren van Amerikaanse troepen in Saoedi-Arabië. De minister die belast was, of onderminister die belast was in Washington met de Joegoslavië-portefeuille was Richard Holbrooke. En Holbrooke schreef in 1995, het jaar volgend op de eerste interventie van de NAVO luchtmacht in Bosnië, tegen de Bosnische Serviërs. Holbrooke schreef, Amerika wil aanwezig zijn bij de uitbreiding van de westerse invloed in Europa en wil daar zelfs de leiding bij nemen. Zonder Amerika is die uitbreiding niet mogelijk. Dat is een bijzonder belangrijke uitspraak. Want dat is een uitspraak die eigenlijk teruggaat tot aan het begin van de 20e eeuw, toen Engelse geografen, de Engelsen hadden toen nog het hoogste woord in dit soort processen, toen Engelse geografen beschreven dat als de Engels sprekende wereld niet een actieve rol zou spelen in het behouden van de invloed in Europa, dat dan Europa onderdeel zou worden van een groot Eurazië en dat Eurazië zou de wereldverhoudingen gaan domineren. Ik denk dat als je de betekenis van dit artikel van Holbrooke in het toonaangevende tijdschrift Foreign Affairs, als je dat wil begrijpen, dan moet je terug naar die uitspraak. De uitspraak Amerika en Engeland zullen als een soort insulaire staten eigenlijk buiten de hoofdstroom van de geschiedenis komen te liggen als Eurazië zich tot één groot geheel aaneensluit. En vanuit dat oogpunt wilden de Amerikanen dan ook interveneren in Joegoslavië. En dat hebben ze natuurlijk niet alleen in Bosnië gedaan, maar op een veel grotere schaal in Servië, over de afscheiding van Kosovo, inmiddels ook een, zij het niet algemeen erkende, zelfstandige staat. Verbreidingspunt ook van handel in illegale organen, allerlei vormen van prostitutie en belangrijk doorvoerpunt van de heroïne uit Afghanistan. Dat was de eerste out-of-area operatie van de NAVO. Een in mijn ogen misdadige operatie, omdat als je bijvoorbeeld terugdenkt aan het feit dat ten tijde van de operatie over Kosovo, Schröder toen in Duitsland net kanselier was geworden en met hem Joschka Fischer, in mijn ogen volstrekt corrupte vertegenwoordiger van de Groenen in Duitsland. En Fischer was minister van Buitenlandse Zaken en in zijn memoires of in een artikel wat hij daarover geschreven heeft, zegt hij van dat hij door de tuin liep samen met Schröder
En dat hen het verzoek was gedaan om mee te doen aan een operatie in Joegoslavië zonder VN-mandaat. Waarop Fischer tegen Schreuder zei, het is toch wel erg sneu dat dat nou net moet gebeuren als wij eindelijk eens aan de regering zijn. Maar het antwoord was, ja, we doen gewoon mee. Want de heer Van Middelkoop zei net, en ik wil niet gaan kapitelen over zijn verschillende uitspraken, maar hij zei net, de verhoudingen tussen Amerika en Europa zijn binnen de NAVO gebaseerd op een zekere gelijkwaardigheid. Maar ik zou toch willen zeggen dat ze vooral gebaseerd zijn op gehoorzaamheid. Namelijk, wie niet gehoorzaam is in Europa, die krijgt echt te maken met een hele andere NAVO en een hele andere Amerikaanse politiek dan we gewend zijn. Andersom daarentegen is het helemaal niet mogelijk om je te verzetten tegen de Amerikaanse voorkeuren. Het out-of-area beleid, dus buiten, de eigen gebied, buiten het eigen gebied opereren, is natuurlijk, het is al gememoreerd, heeft plaatsgevonden in Afghanistan. Die operatie is een volstrekt debakel geworden. Het heeft nu, even denken, 16 jaar geduurd, bijna 16 jaar geduurd. Afghanistan is opnieuw in de handen van krijgsheren die vooral als drugsgroothandelaren actief zijn. En daarnaast wacht de Taliban op het vertrek van de laatste westerse troepen op om de tent daar over te nemen. Met die verstande dat inmiddels ook de Islamitische Staat een belangrijke factor is geworden in Afghanistan. Altijd allemaal te danken aan de zogenaamde War Against Terror. Die door de Verenigde Staten is afgekondigd op een moment, hè, in 2001, dat het werkelijke terrorisme nog bijzonder weinig voorstelde. En inmiddels is dat dankzij deze operaties een wereldfenomeen geworden, omdat alle ontevredenheid in de wereld, en die zal toenemen, dat is helaas bijna zekere voorspelling, zich onder andere onder die paraplu kan manifesteren. De interventie in Libië is net ook al gememoreerd. Ook dat was een, in mijn ogen, misdadige operatie. We zijn daar naartoe gegaan, hebben de en ik denk dat de heer Van Middelkoop zich even vergiste toen hij zei Hollande. Het was namelijk Sarkozy die erop losging. En een van de redenen waarom hij in Libië wilde ingrijpen was omdat Gaddafi zijn verkiezingscampagne had betaald. En het heel vervelend was als, als er onthullingen zouden volgen waarbij de reputatie van Sarkozy in het gering zou komen. En Frankrijk heeft toen de leiding genomen in het droppen van grote hoeveelheden wapens aan die terecht zijn gekomen bij groepen waar men volstrekt geen controle over had. De belangrijkste gebeurtenis, de recente gebeurtenis, ik noem het even zonder nou verder veel op in te gaan hier, die recent heeft geleid tot eigenlijk een nieuwe missie voor de NAVO, zijn de operaties geweest die hier onderaan op de kaart zie je staan, aspiring NATO members, en dat zijn dan in grijs Oekraïne en Georgië. Zoals de heer Van Middelkoop al zei, in 2008 is een signaal gegeven door Bush junior om die landen ook lid te laten worden van de NAVO. Maar dat is afgewezen voornamelijk onder Franse en Duitse druk op de conferentie in NAVO-top in Boekarest, als ik me niet vergis. 2008 is niettemin een rampjaar geworden vanuit NAVO-oogpunt, omdat Saakashvili in Georgië, een pro-westerse premier die in 2003 door een kleurenrevolutie aan de macht was geholpen, dat die aangemoedigd door Dick Cheney en zijn vrouw, gek genoeg, die op het moment van de aanval in Georgië was, en door Israël, wat wapens leverde aan Georgië op rekening van de Verenigde Staten, is Saakashvili ertoe overgegaan om in augustus, op de openingsdag van de Olympische Spelen, want hij dacht, iedereen zit dan toch naar de televisie te kijken, om dan te proberen met geweld de afgescheiden provincie Zuid-Ossetië te heroveren. Helaas voor hem stond, omdat de Russen daar lucht van hadden gekregen, stond in Noord-Ossetië het 58e Russische leger klaar. En hoewel die er een enorme zootje van hebben gemaakt en hele grote problemen in de Russische strijdkrachten aan het licht lieten komen, hebben zij Georgië een enorme dreun verkocht waar het eigenlijk nog steeds niet helemaal van hersteld is.
toch veel erger zou ik zeggen voor de wereldvrede zijn de pogingen geweest om ook Oekraïne aan te moedigen om zo'n soort, eerst is een kleurenrevolutie geweest in 2004, waarbij de leiders die toen aan de macht werden gebracht, die waren zo corrupt dat zij bijna vergaten hun Atlantische missie ten uitvoer te leggen, dus dat is weer weggezakt. Maar in 2014 is het over de rug van een middenklasse opstand tegen de corruptie van de toenmalige regering Janukovic, is een staatsgreep gepleegd met Amerikaanse steun die geleid heeft tot een burgeroorlog en tot de afscheiding van de Krim. Bij ons in de media heet dat natuurlijk allemaal de annexatie van de Krim door Rusland. Het heet dat de Russen in dat deel van Oekraïne, wat notabene vanaf 1922 Russisch is geweest, dat ze daar zijn binnengevallen. De werkelijkheid is dat niet de NAVO als geheel, maar elementen binnen de NAVO, onder andere met name de NAVO-commandant generaal Breedlove, heel actief betrokken zijn geweest bij het aanmoedigen van de coup. Iedereen heeft waarschijnlijk het beroemde telefoongesprek gehoord, ook van Victoria Nuland, de onderminister voor Buitenlandse Zaken, met de Amerikaanse ambassade, waarin zij dus laat zien wat de status van Europa vandaag de dag is in de Amerikaanse politieke overweging, maar waarin ze ook gewoon zegt wie er in de regering gaan komen. En alle mensen die daar genoemd worden, zijn ook in die regering gekomen en die hebben er vervolgens een potje van gemaakt. Dat is in mijn ogen niet meer iets waarvan je kan zeggen, dat is voor onze veiligheid, dat is ter stabilisatie. Dat is een teken dat we een enorme kans gemist hebben om een werkelijke vredesorde in Europa te creëren. Bijvoorbeeld in de geest van de akkoorden van Helsinki van 1975, die de grenzen van toen vastlegden. Nou, nog één zin als dat mag. Omdat onwillekeurig, als je zegt, na 1991 hebben we kansen gemist om een vredesorde te vestigen. We hebben in plaats daarvan zijn we uitgebreid. We zijn de NAVO gaan inzetten op plaatsen waar die eigenlijk nooit voor bedoeld is geweest. En waar die alleen maar brokken heeft gemaakt. Maar daarvoor is de implicatie dan, hadden we eigenlijk te maken met een goede NAVO. Want dat was de NAVO die ons verdedigde. De NAVO heeft ons nooit verdedigd. De NAVO is opgezet op basis van een agressieve westerse politiek, die begon in 1947 met de Truman-doctrine en het Marshallplan. Vandaag de dag hoor je vaak mensen zeggen, wat nodig is, voor noem maar een willekeurig land, is een nieuw Marshallplan. Maar vaak wordt dan vergeten dat dit hulpprogramma, en dat was het, een hele belangrijke geopolitieke stootrichting had. En dat was dat elk land wat Marshallhulp ontving, dus dat waren graansurplussen uit Amerika, dat waren moderne technologie voor de staalindustrie en dergelijke, moest alle economische betrekkingen met landen die geen lid waren van het Marshall-complex verbreken. Dat betekende dus concreet, er mocht niet meer gehandeld worden met de Sovjet-Unie. Nou, voor een land als Nederland, anno 1947, was dat geen probleem. Wij waren te druk bezig in Indonesië. Maar voor een land als Tsjechoslowakije was dat een acute crisis, omdat dat land precies 50% van zijn handel dreef met West-Europa, dus met Marshall-landen, en de andere 50% met landen die niet meededen. Europa is in 1945, februari 1945, in de conferentie van Yalta op de Krim, is dat verdeeld in een westelijke zone en een oostelijke zone. Dat is eigenlijk het enige deel van de wereld waar je kan zeggen dat er een stabiele vredesorde is gevestigd. Die orde werd gehandhaafd in Oost-Europa door de Sovjet-Unie en vanaf 1955 het Warschau-pakt. DDR 1953, Hongaarse opstand 56, Tsjechoslowakije 68. Iedereen kent die verhalen, die zullen ook voortdurend herhaald worden en terecht. Maar vaak wordt vergeten dat ook in het Westen de orde moest worden gehandhaafd. Nou, daar was nou de NAVO voor. De NAVO heeft, en iedereen kent die geschiedenis, neem ik aan als ik hem noem, in Griekenland een dictatuur in het zadel gehouden van 1967 tot 1974, die dan geëindigd is met een invasie van Cyprus, waarbij ook nog even een neutralistisch regime werd onschadelijk gemaakt. Er zijn 3 coups geweest in Groningen, of in de Groningen, in Turkije, ja. Nee. Ik moet binnenkort spreken in Groningen, dus onwillekeurig gingen mijn gedachten even te ver vooruit.
Maar daarnaast, eigenlijk nog veel belangrijker, heeft de NAVO ook de orde gehandhaafd in Frankrijk en Italië. En dat is een hele pijnlijke geschiedenis vol nog gedeeltelijk onopgeloste problemen geworden. In Frankrijk heeft de NAVO zich verbonden met het opstandige leger in Algerije. Het aan de macht komen van de Gaulle was daar al mee verbonden, maar in 1962 kwam voormalig NAVO-commandant voor Centraal-Europa, generaal Charles, die bereidde een staatsgreep voor waarbij hij op voorhand de steun van de Verenigde Staten had gekregen. Die coup is echter mislukt. Daaruit is een terreurorganisatie voortgekomen die die allerlei bomaanslagen in Frankrijk heeft gepleegd, maar bovendien ook geprobeerd heeft de Gaulle te vermoorden. Dat was één van de redenen, niet de enige, maar één van de redenen voor de Gaulle om in 1966 te zeggen, wij trekken ons terug uit de militaire organisatie van Europa. Om de voortdurende inmenging in onze binnenlandse politiek is ontoelaatbaar. Daarnaast speelde Vietnam daar een grote rol. Italië is het allerergste, en dat is het laatste wat ik wil zeggen. In Italië denk ik dat het dieptepunt van de NAVO-bemoeienis is geweest de achtereenvolgende coups en coup-pogingen die in Italië zijn ondernomen om te verhinderen dat er een opening naar links zou komen in de politiek. En dat gold niet alleen de communisten, die iets wat uiteindelijk aan premier Aldo Moro het leven heeft gekost, maar dat speelde al begin jaren 60, toen op advies van Kennedy, toenmalig president, een opening gezocht werd naar de Italiaanse socialisten. En toen dat dreigde, toen heeft ook de Italiaanse geheime dienst en het leger hebben een coup willen plegen in 1964. Kennedy was toen inmiddels vermoord. De NAVO heeft die coup kracht bijgezet door een enorme grote oefening te organiseren in Italië. Notabene om de toenmalige premier Moro, later dus vermoord in 1978, onder druk te zetten. En Moro is uiteindelijk voor die druk gezwicht. Dat was de strategie van de spanning. 78 Moro dood, 79 dan het NAVO-dubbelbesluit. Ja, en dat is eigenlijk het begin geworden van het aan het wankelen brengen van de Sovjet-Unie. En dat is geëindigd met de instorting daarvan. En zoals de heer Van Middelkoop al zei, dat was natuurlijk een kwestie van binnenlandse vermalming. Dat is een goed woord. Maar daarbij heeft de niet aflatende druk die uitgeoefend is vanuit het Westen, en die bijvoorbeeld nog steeds terug te vinden is in het feit dat het beste deel van de voormalige Sovjet-industrie de wapenindustrie is, heeft die niet aflatende druk heeft er enorm toe bijgedragen om die vermolming ook om te zetten in een uiteindelijke instorting en te verhinderen dat de vernieuwingsprocessen zoals onder Gorbachev helaas 10 jaar te laat zijn ingezet, dat die een kans van slagen zouden hebben. Daar wou ik het voorlopig bij laten. Sorry voor de uitstap naar Groningen, maar daar kom ik nog later een keer. Nou, blijf even staan. Daar kunnen we ook nog wel wat invloed gebruiken, hoor. He? In Groningen. Even een paar kleine toelichtingen. Dit is volgens mij Kaliningrad, wat eigenlijk een enclave is in Polen. Maar dan is het toch niet zo gek dat de Baltische Staten zich met zo'n hele Russische vloot om de hoek ingeklemd wat bedreigd voelen, of niet? Ja, dat zou best kunnen, maar vergeet niet, we hebben het steeds over ons en over landen, maar dat zijn natuurlijk geen gesloten collectiviteiten. De Baltische Staten, tenminste Estland en Letland, hebben allebei een Russische minderheid van ongeveer 20-25% van de bevolking. Die bevolking is onrustig. We moeten niet vergeten dat de achtergrond van de hele Sovjet-Unie is dat het een multinationale staat was. Bij de instorting had de Sovjet-Unie 194 verschillende erkende nationaliteiten, de meeste Russen natuurlijk, maar tot aan hele kleine volkjes toe. Die zijn allemaal, die kan je niet verdelen in 15 republieken, zoals is gebeurd, zonder enorme, wat je noemt met een Italiaans woord, eredenta te scheppen. Namelijk gebieden die eigenlijk er ook nog bij zouden moeten horen. Nou, dat speelt in Kaliningrad bijvoorbeeld. Kaliningrad is helemaal niet Russisch. Het is oorspronkelijk de Oost-Duitse provincie Königsberg en is alleen maar onderdeel van
Het was van Oost-Pruisen. Toen Gorbachev aan de macht was, hebben Duitse zakenlieden en Helmut Kohl hebben het voorstel gedaan aan Gorbachev om van Kaliningrad een vrijhandelszone te maken. En Duitse bedrijven daar belastingvrij opnieuw te kunnen laten produceren. Nu is het eigenlijk geen enclave, maar een exclave. De Baltische staten, wat die voelen als staat, dat weet ik niet. Maar degenen die daar aan de macht zijn, zijn bijna zonder uitzondering mensen die vanuit Noord-Amerika met name teruggekomen zijn naar die landen. Vika Freiberga, de president van, als ik me niet, nu haal ik de landen waarschijnlijk door elkaar, dus ik zeg niks, maar één van de drie. Die is opgegroeid in Canada. Een aantal andere belangrijke politici in die landen hebben voor Radio Free Europe gewerkt vanuit de Verenigde Staten en ga zo maar door. En ja, zij zijn zeer anti-Russisch, omdat ze in hun Noord-Amerikaanse ballingschap, zou ik bijna zeggen, een enorme haat hebben opgebouwd tegen alles wat ook maar iets te maken heeft met Rusland. En zeker nu, dat is ook een soort vermolming natuurlijk, na het inzakken van het hele Sovjet-imperium in Oost-Europa, onder Yeltsin, is met de figuur van Poetin natuurlijk voor het eerst weer een politicus opgestaan die daar ook een grote mate van populariteit heeft. Even daar gelaten hoe diep dat gaat. Maar Poetin vertegenwoordigt natuurlijk de wil van de grote deel van de Russische bevolking en zeker van het veiligheidsapparaat om zich weer te verzetten tegen de westerse druk. En dan heb ik nog niet eens genoemd dat bijvoorbeeld hier in Roemenië, nadat Bush in 2002 het antiballistisch raketverdrag heeft opgezegd, eenzijdig, hebben de Amerikanen daar raketten neergezet. En ik denk dat veel meer dan het feitelijke oprukken van de NAVO als organisatie, want ja, daar kunnen de Russen nog wel mee leven, dat ze dat soort stappen als bijzonder bedreigend ervaren. Omdat die antiraket-lanceerbuizen kunnen ook worden gebruikt voor offensieve raketten. En ja, ik heb diverse interviews gezien met Poetin en met adviseurs van hem, waaruit blijkt dat men bijzonder beducht is voor het vervangen van die raketten door nieuwe systemen. Nog één korte vraag en daarna hebben we 10 minuten pauze. Dit is de Krim. Ja. Nou, u deed een opvallende uitspraak. Misschien niet aan iedereen bekend, maar volgens mij was de Krim oorspronkelijk Russisch. Klopt dat? Ja, ja, ja. En dat is ten tijde van de Sovjet-Unie tijdelijk afgestaan aan Oekraïne. Maar er is in wezen sprake van, we hebben het gewoon weer teruggenomen, of niet? Ja. Nou, dat is natuurlijk, er worden altijd bij dat soort verschuivingen worden altijd wel mooie verhalen bedacht. Maar dit verhaal klopt zeker. Ik heb hier nog een paar andere. Hier heb ik je, omdat ik net bezig ben met Oekraïne, hier zie je iets heel typisch. Even om dat verhaal te illustreren van de Russische invasie. Dit was Oekraïne zoals het in 1922 is uitgebreid, toen het een Sovjetrepubliek was, na de burgeroorlog, met een deel van Zuid-Rusland. En in 1954 is door Khrushchev, naar beweerd wordt, kwade tongen beweren, in een dronken bui, is de Krim toegevoegd aan Oekraïne. Toen 1991 Oekraïne onafhankelijk werd, heeft de Krim direct verklaard niet lid te willen worden van de Oekraïnse staat. Dat is met enige. Ze zouden het jaar daarop in 1992 een referendum houden. Dat is gesust. En uiteindelijk heeft men in de grondwet van 1996, als ik me niet vergis, de Krim de status van autonome republiek toegekend. Maar dat heeft de onvrede niet helemaal weggenomen. En nou ja, goed, de rest is history, zoals ze in Engeland zeggen. Maar hier zie je, dit is een van de laatste verkiezingen die het hele land normaal heeft kunnen uitvoeren. Namelijk februari 2010, de presidentsverkiezing. Hier zie je dat het gedeelte wat voor Janukovic stemde, dat is dus de federale benadering, namelijk iedere provincie heeft zijn eigen, of ieder deel van het land heeft het recht om de eigen taal en dergelijke te gebruiken, dat nog praktisch identiek is, maar werkelijk heel, in mijn ogen, spectaculair identiek met dat deel wat vanuit Rusland aan Oekraïne is toegevoegd. Zo moet je denk ik die kwesties van annexatie, inval en zo bekijken.
Er zou eigenlijk niet één buitenlandse macht aan te pas hoeven te komen om het probleem al te laten exploderen zoals het is gebeurd. En helaas is dat uitgemond in een burgeroorlog en in herziening van de grenzen. Oké, hartelijk dank. Het is 9:00, dus ik stel voor dat we pauze voor koffie en toilet nemen en dat we dan met z'n allen vragen kunnen gaan stellen. Ik heb een paar vragen aan de heren, maar u vast ook. En dan gaan we over 10 minuten weer verder.
Oké, daar zijn we weer. Mag ik iedereen verzoeken om weer op zijn plaats te gaan zitten? En mag ik de heren Middelkoop en Van der Peil vragen om achter mij plaats te nemen op het podium? Meneer Middelkoop? Even een beetje vast. Oké. U heeft allebei een eigen microfoon. Ik wil beginnen, want u heeft elkaars verhalen gehoord. Ik wil even beginnen met u te vragen om te reageren, voordat we de vragen gaan beantwoorden van die ik heb en die het publiek heeft, om te reageren op de ander. En ik geef u, meneer Middelkoop, als eerste even het woord om te reageren op de toespraak van de heer Van der Peil. Misschien even voor de orde. De heer Van der Peil heeft één opmerking gemaakt waar ik het hardgrondig mee eens was. En dat was een opmerking over Groningen. Dat was ongeveer de enige opmerking. Dus ik heb alle illusie al lang laten varen dat we met elkaar over wat dan ook zullen eens zijn. Maar er zijn een paar dingen gebeurd en ik bedoel verder een plezierige avond houden. Er zijn een paar dingen waar ik toch even de vinger bij wil leggen. Met alle respect en ik daag u uit, meneer Van der Peil, om toch nog een keer over de NAVO te praten. Als bondgenootschap, als militair geïntegreerde structuur. Zo zijn we hier vanavond naartoe gekomen. Maar u hebt een tour de force door de hele geschiedenis en door heel Europa en de wereld gedaan, waarbij u al uw anti-Amerikaanse violen van toren hebt losgelaten. Dat mag. Maar dat is een andere avond dan waar ik naartoe ben gekomen. En op u rust toch altijd de plicht, vind ik, ook tegenover de mensen hier in de zaal, om uit te leggen waarom wij Brussel moeten opheffen, waarom de NAVO zou moeten worden ontbonden. U bent, heb ik gelezen, van oorsprong iemand die gespecialiseerd in geopolitiek. Dan moet u kunnen uitleggen waarom het in een gegeven verhouding verstandig is om dit militaire bondgenootschap op te doeken. Dus daar wilt u misschien straks even op reageren. Maar er zijn een paar dingen die ik toch gewoon om redenen van integriteit. Ik zit hier onder uw gehoor en ik hoor een paar dingen waarvan ik denk, ja, dit mag ik niet onbesproken laten. Verder ben ik het met alles oneens. Met alles wat u hebt gezegd ben ik het oneens. Maar niet alles is even belangrijk. Ik zie even voorbij aan uw retoriek en dergelijke. Om even met het laatste te beginnen, met alle respect. Dat betreft de Krim. Wij leven in een wereld waar we proberen ook nog iets van het internationaal recht op te houden. Het is volstrekt evident dat Rusland daar met alle voeten het internationaal recht heeft overtreden. Het kan best zijn dat de Krim, historisch gezien en misschien ook al in de toekomst, bij Rusland had gehoord of zou moeten horen. Maar dan hebben we daar een aangewezen weg voor, via overleg en via internationale goedkeuring enzovoort enzovoort. Maar niet op deze manier. Hier is sprake van een annexatie. Als u dat goedkeurt, en ik heb geen flauw idee waarom u het goedkeurt, dan vind ik dat volstrekt onbegrijpelijk. Ik denk een niet onbelangrijk ander punt is en dat is overigens een heel legitiem discussiepunt, hoe de NAVO moet worden gepercipieerd in de opbouw of de uitbreiding in de jaren 90. Ik heb er ook iets van gezegd. En u mag op een, ik zou bijna zeggen, een soort pseudo-communistisch standpunt gaan staan dat alles wat het Westen doet tegen Rusland is gericht. Als je dat als hypothese neemt, dan kan je aanvullend mee vullen. En eigenlijk was dat uw verhaal voor een deel wel. Maar mag ik u aan één ding herinneren? Dat in 1997, dus dat is al 8 jaar na de val van de muur, in 1997... Rusland en de NAVO een verdrag hebben gesloten, de Foundation Act heet dat geloof ik, waarin werd afgesproken, ik heb dat ook in mijn verhaal gezegd, dat bij de uitbreiding van de NAVO er geen gevechtstroepen van de NAVO in die Oost-Europese landen zou worden gelegerd, wat een concessie is, want waarom zouden we dat niet doen, maar goed. De uitdaging was er ook niet meer. En dat die landen ook niet meer het restant nucleaire capaciteit zouden krijgen. Dus dat is met wederzijds goedvinden gebeurd. Dus dat Poetin er later, ook om binnenlandse redenen, want hij heeft een vijand nodig om zelf in het zadel te blijven, daar agressie van heeft gemaakt, is een herschrijving van de geschiedenis. En u moet daar niet in meegaan. Dat zeg ik in alle ernst, u moet er niet in meegaan. U mag er best bezwaren tegen hebben. Maar wat u ook hebt gedaan, laat ik het één keer zeggen, ronduit schandelijk, om dat allemaal als een daad van agressie te bestempelen. Waaruit bestaat in vredesnaam de agressie?
Laten we dit debat in dit zaaltje eens een keer van Haarlem verplaatsen naar een van de Baltische Staten. Waar we een totaal andere perceptie hebben van de geschiedenis en van de actualiteit. Ik zal het niet doen, maar het is ook tot dit moment niet vol te houden dat wij daar Rusland zouden bedreigen. Daar krijg je geen parlement voor mee trouwens in Europa. In Amerika zeker met Trump al helemaal niet. Maar we geven daar een op papier garantie aan die landen, die om meer historische redenen daar zeer verklaarbaar om vragen, om ze bij te staan als dat eventueel nodig is. En het feit dat daar Russische minderheden leven, ik vind het totaal geen buitenlands politiek argument. Want met dat argument zijn de Russen ook Oekraïne ingegaan. Dat is een binnenlands politieke uitdaging voor die landen. Die is zwaar genoeg. Maar we geloven ook, ook dat staat in de handvest van de VN, dat we geloven in de integriteit van staten. En dat we daar niet zomaar kunnen veranderen. Nog één opmerking betreft Joegoslavië. Ja, dat is misschien een beetje lastig ook voor u, maar het is ook een deel van mijn eigen politieke geschiedenis. En tussen ons in staat het NIOT-rapport van 4.500 pagina's. Ja, dat kunnen we maar niet even samenvatten, zo met z'n tweeën. Maar het is echt ongehoord om ook Bosnië op konto, op negatief konto, my goodness, te schrijven van de Amerikanen. Zonder ook maar één keer te praten over het Joegoslavië-nationalisme. Zonder ook maar één keer te praten over Milosevic, Mladic en wat niet al. En alles wat daar gebeurd is, op konto van de Amerikanen te schrijven. Natuurlijk kan je wat op konto van de Amerikanen schrijven. Namelijk toen er inmiddels in Bosnië al 250.000 doden waren gevallen. Dat eindelijk op ons dringend verzoek de Amerikanen meehielpen om de Serven kort te houden. En dat is gelukt. Daarom zijn die Amerikanen nog altijd ongelooflijk populair. Ook in Srebrenica. Ik ben er zelf geweest. Ik heb het gezien met Clinton. Maar kom me niet aan met het verhaal dat en de Amerikanen zullen een fout hebben gemaakt. Maar dat zelfs Joegoslavië, het Joegoslavië-drama, een volg zou zijn van het imperialistisch, quote van de pijl, optreden van de NAVO. U zult het ongetwijfeld met mij niet eens zijn. Maar dit wou ik toch even hebben weersproken. Ja, en de rest, ik kan ook best nog een uur doorgaan. Laat ik het niet. Dat komt zo direct. Als u, ik weet niet of u het allemaal nog weet, beste mensen, maar als u positief praat over de vrede van Yalta, waar Europa werd opgedeeld, leidde tot de repressie van heel Midden- en Oost-Europa. Die kwam in communistisch vaarwater. Onbegrijpelijk. In 2017. Onbegrijpelijk. Even nog een korte toelichting op de Krim. Volgens mij is daar de hele Zwarte Zeevloot gelegerd van de Russen. En ik begrijp Poetin wel een beetje dat hij dat veilig wilde stellen. Ja, kijk eens, Guantanamo Bay hoort ook bij Amerika. Daar is ooit een verdrag gesloten, wat je ervan verder mag denken. Eindeloos. Maar dit is toch geen rechtvaardiging voor de Amerikanen. Ik geloof ook niet dat ze het zelf zien. Om Cuba maar de zoveelste deelstaat van de Verenigde Staten van Amerika te maken. Nee, alleen dat noordpuntje. De Sebastopol was de haven van de vloot van de Zwarte Zee. Sebastopol is ook een Russisch grondgebied gebleven. Zoals bijvoorbeeld op Larnaca, op Cyprus, de Britten nog altijd zitten. En dat is Brits grondgebied, enzovoort, enzovoort. Dat zijn voor een deel restanten van de voorbije wereld, waar niemand problemen mee heeft. En na verloop van tijd lost zich dat wel op. Sebastopol en de Krim en de Oekraïne. Natuurlijk was het allemaal water en vuur, was dat allemaal heel brisant. Maar misschien een beetje à la van der Pijl qua analyse. Als we dan al die feitjes die we daar hebben gezien vanuit een ander perspectief zien, namelijk vanuit de diepe frustratie van Poetin in het bijzonder, oude KGB-officier, Poetin in het bijzonder, namelijk dat Rusland diep en diep vernederd is, quote Poetin, na het uiteenvallen van de Sovjet-Unie, of anders gezegd het zelfstandig worden van Oekraïne, Wit-Rusland enzovoort, dan zijn bijna al soldaten hebben daar betrekking op. Saakashvili heeft overigens ongelooflijk stom gedaan in Oekraïne, geen enkel verstand en misstand erover. Maar het gaf de Russen weer de gelegenheid om een stapje te doen, om weer iets van die oude Sovjet-Unie, althans geopolitiek, geografisch, te herstellen. En onderschat dat alsjeblieft niet. En nogmaals, als we niet in Haarlem zouden zitten, maar in Tallinn of in Riga, in een van de Baltische Staten, dan praat je wel anders over datgene wat er in de Krim is gebeurd. Dan ben je maar wat dankbaar dat je lid bent van de NAVO, waar u altijd nog van zal uitleggen waarom die moet worden afgebroken. Ja, die kans is er dan nu, want u wilt vast ook reageren op alles wat de heer Middelkoop gezegd heeft. Ja, nee. Kijk, hij heeft een aantal punten naar voren gebracht die ook heel serieus genomen moeten worden. En als ik in mijn enthousiasme misschien
toonsoort heb gekozen die hem doet denken aan het communisme van vroeger, dan is daar een goede verklaring voor. Maar het heeft ook te maken met mijn werkelijke diepe bezorgdheid over wat op dit moment in de buurt van de Russische grenzen plaatsvindt. En kijk, Poetin is nu de nieuwe boeman. Is gekomen als een reddende engel voor de NAVO. 2014 najaar was er een grote conferentie in Wales. En die zou eigenlijk als hoofdpunt van de agenda hebben het debakel in Afghanistan, waar men zich in wezen teruggetrokken had. De mislukking van de operatie Libië. En nu opeens kon men zeggen, kijk eens even, daar komt die levensgevaarlijke Poetin weer aan. Als we praten over landen, dan kan je niet zeggen, als we er in Tallinn zouden zijn, dan praat je wel anders. Ik neem aan dat ik ook wel anders zou praten als ik vanuit dat perspectief daar. Maar dan zou toch de vraag rijzen, bij welke stroming hoor je in zo'n land? De minderheden die daar leven, die zijn daar gekomen als gevolg van het bestaan van de Sovjet-Unie en overigens ook het Tsarenrijk, want die republieken vormden al deel van het Rijk van de Tsaar voor de Russische revolutie. Maar in diezelfde landen is nu een triomfantalisme dat teruggaat naar de Tweede Wereldoorlog zichtbaar geworden. Mag jij even, want u gaat weer die tour maken door Europa en door de geschiedenis. Leg nu eens een keer uit, voor de mensen in de zaal en voor mij, waarom het kennelijk gelegitimeerd is dat de Krim is geannexeerd door Rusland. Dan haal ik even mijn alcoholvrije biertje. De Krim is niet geannexeerd, maar er heeft een referendum plaatsgevonden waarbij de grote meerderheid, en dat is bevestigd door Gallup en Pew en andere Amerikaanse opinieonderzoeken, dat de meerderheid, het is helemaal geen raadsel waarom de meerderheid van de mensen op de Krim geen deel wilde uitmaken van een ultranationalistische nieuwe regering in Kiev. Dat wij op hoge toon bezwaar maken tegen de onvolkomenheden van de aansluiting van de Krim, hè, dus buiten Kiev om bij Rusland, is bijzonder merkwaardig als je even een paar jaar teruggaat en zegt van wij hebben nota bene we hebben Joegoslavië gebombardeerd zonder VN-mandaat. We hebben Libië gebombardeerd met het verdraaien van een VN-mandaat. En dat zou gaan over een no-fly zone. We hebben daarvan gemaakt regime change in Libië. Maar het allerergste is natuurlijk, wat ik toch noem, de grootste misdaad van de 21ste eeuw tot nu toe. En je zou bijna zeggen, laten we hopen dat het daarmee blijft. En dat is de invasie van Irak tegen de wil van de VN-veiligheidsraad. Nederland was daarvoor. Vertel nog eens wat over de NAVO. Doe ik hierna. Het zou een avond over de NAVO zijn. Leg nog eens een keer uit waarom de NAVO, het hoofdkwartier in Brussel, de geïntegreerde moet worden afgebroken. Direct opdoeken. Een verdrag zou moeten worden opgeheven, kennelijk, opgezegd. Ja. En waarop dus Amerika en Europa zouden moeten worden ontkoppeld. Ja. En hoe we dan verder onszelf moeten verdedigen. Nou, we moeten terug naar, niet naar het oorspronkelijke Yalta. Kijk, Yalta was een overeenkomst in februari 1945 die gesloten werd op een moment dat de westelijke geallieerden enorm slecht voorstonden. Want ze hadden zich net in de Ardennen weer 50 kilometer terug laten slaan door de Duitsers. Dus men had bijzonder weinig in de melk te brokkelen. Inderdaad is toen een grens door Europa getrokken. In 1975 is in Helsinki eigenlijk een nieuw Yalta afgesproken. Dat heeft opgeleverd, de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa. Dat zou de basis moeten zijn voor een Europese vredesorde. Het feit dat in Helsinki Amerika en Canada erbij gehaald werden, was in mijn ogen een bijzonder royaal gebaar. Want wat hebben ze hier verder te zoeken, behalve dat ze grote investeringen zijn. En dat ik, net zoals u, van mening ben dat alle vormen van multilaterale samenwerking te verkiezen zijn boven nationalistische alleingang. Maar die Helsinki-akkoorden, die zouden de basis moeten zijn voor een Europese vredesregeling. Voor zo'n vredesregeling bestond de gereden aanleiding in 1991. In plaats daarvan heeft de NAVO gekozen voor uitbreiding. De drijfveren daarbij was de wapenindustrie, het bereiken, het creëren van geopolitieke corridors naar de
Kazachstan, pijplijnen die zouden lopen van het Zwarte Zee en Kaspische Zeegebied naar het westen, buiten Rusland om. Dat zijn alle overwegingen geweest. Maar als ik mag. Ik heb toen nog in alle ernst in de Tweede Kamer ook gediscussieerd, dat was een boeiende tijd, over de vraag of Rusland al dan niet lid moest worden van de NAVO. Ja, wilden ze zelf ook. Unie. En dat waren ook, ik vond dat zelf onzin, maar tegelijk dacht ik bij mezelf, misschien zit ik te veel in het verleden vast. Dat was toen best een legitieme discussie, omdat Rusland zich aan het bewegen was richting democratie, sociale markteconomie en dergelijke. Dus al die daden die u nu ineens als agressiedaden beklemtoont, waren dat helemaal niet. Want Rusland zelf zou mogelijkerwijs zelfs lid kunnen worden van de NAVO. Kijk, dat dat nu volstrekt ondenkbaar is en dat we ongelooflijk moeten uitkijken dat we door het gedrag van Poetin en misschien ook door ons eigen gedrag niet weer terugvallen in een soort koude oorlog. Nou, op dat punt kunnen we het misschien met elkaar eens zijn. Ja, die koude oorlog is er. Maar ga niet de geschiedenis dan herschrijven. Nou ja, kijk, al die feiten hebben ook niet zoveel zin. Nee. Wat ik wel graag wil horen van u, meneer Van der Peil, ik heb uw verhaal ook gehoord. En het kwam ook op mij over als een soort, de NAVO is een soort verlengstuk van Anglo-Saksisch imperialisme. Ja. Ja. Dat is eigenlijk wat u betoogt, aan de hand van allerlei feiten. Zo is het ook ontstaan. Hè? Direct na de machtsgreep van de communisten in Tsjechoslowakije, dat was in februari 48, of maart, nou in ieder geval begin 48, waarom is dat imperialisme? Want imperialisme betekent dat je dus gebieden of landen je toe-eigent, je macht oplegt, om in je eigen levens de beïnvloedsfeer te... Nou, is dat dan niet zo? Al die landen hadden niets liever gewild. In de jaren 60 en 70, Tsjechië en Polen hadden maar wat graag in de invloedssfeer van het imperialisme Amerika verkeerd. My goodness, ze zaten onder de knoet van Moskou. Ja, dat is juist in de jaren 60 en 70. Maar in 48 was dat niet zo, omdat toen... toen had Tsjechië... Tsjechië had de Sudeten-Duitsers, die een van de hoofdbronnen van het nazisme zijn geweest. Ja, de NAVO moet worden... Probeer het nog eens een keer. NAVO moet worden afgebroken. Ja. En dan krijgen we een perspectief. OVSE. De microfoon gebruik. Ja, maar de OVSE is, overigens dat punt, dat is een voertje wat we samen kunnen leggen. Maar dit is helemaal geen militaire structuur. Dat zijn een aantal afspraken op het gebied van politiek, van economie. En mensenrechten. En mensenrechten, halleluja. Die zeer ondermijnend hebben gewerkt, gelukkig via de dissidenten in Rusland en vooral ook in Tsjechië en Polen en dergelijke. Ja. Dat is denk ik de historische betekenis van Helsinki geweest. Ja. En daarom is het actueel. Ja. Maar we hebben nu een militaire geïntegreerde structuur die ons in staat stelt om operaties te ondernemen. Die mag u allemaal bekritiseren, waarschijnlijk voor een deel op goede gronden. Maar dat moet allemaal worden afgebroken. Ja. Dus ook de politieke band tussen Amerika en Europa moet worden afgebroken. Nee, want ik zei net, Amerika en Canada zijn, en dat is een royaal gebaar, onderdeel van de Helsinki-akkoorden. Maar niet militair. Waarom Nederland? We hebben dus een maand of twee geleden, geloof ik, hebben we Eigelsberg in Zuid-Limburg opengesteld weer voor Amerikaanse tanks. Dus er wordt zwaar Amerikaans pansermateriaal op dit moment getransporteerd naar Europa via Rotterdam, via Bremen. En gaat direct door naar Polen. Ik zie niet welk positief doel gediend wordt met het versterken van dat soort legereenheden, omdat, dat staat op het papiertje wat rondgedeeld is, de militaire macht, kijk, Poetin kan hoog en laag vliegen, uiteindelijk geeft hij maar een tiende uit van de defensieuitgaven van Amerika. En ik las toevallig een paar dagen geleden dat als Duitsland zijn plannen om de defensie te verhogen uitvoert, dan is Duitsland alleen al equivalent aan Rusland. Nog even over die NAVO, want meneer Middelkoop, daar heeft u misschien een antwoord op. Waarom zijn de Turken dan lid van de NAVO? Ja, dat is een goede vraag. Dus even een van de meest ongemakkelijke bondgenoten geweest ooit. Nou, nu al altijd. Helemaal. Ja. Ja, maar in het verleden hebben ze daar een paar keer een staatsgreep gehad. En dat is heel ongemakkelijk. Turkije is lid van de NAVO. Turkije is lid van de Raad van Europa. Dat orgaan hebben we niet eens genoemd. Maar een buitengewoon belangrijk, zullen we met elkaar eens zijn, orgaan op het gebied ook van mensenrechten in Europa. Hier zie je dus aspecten van de rottigheid van de internationale politiek. Dat er vanwege de ligging van Turkije, de geopolitiek, er hele goede argumenten waren in het verleden. En ik denk nog wel
om Turkije erbij te houden. Maar ik zal niet ontkennen dat als je kijkt naar de binnenlandse politiek, het ons bepaald niet gemakkelijk wordt gemaakt om Turkije als een volwaardig bondgenoot te aanvaarden. Ja, maar het is wel steeds Amerika die loopt te duwen om dit soort landen lid te maken. Daar druipt toch hun geopolitieke... de heer Van der Peil noemt het imperialisme, maar ik noem het in ieder geval het uitbreiden van de invloedssfeer van de Verenigde Staten. Turkije wordt er niet bijgehaald. Turkije is lid geweest vanaf het allereerste begin. Dus waar het nu om gaat, is er ergens een beweging om Turkije eruit te gooien. Nou, niet in Amerika. Daar hebt u volstrekt gelijk in, al zeg u dat niet, maar dat zou u gezegd kunnen hebben. Maar ook niet in Nederland, dat is een non-discussie. Iedereen begrijpt, ook met de Raad van Europa, waar het gaat over schending van rechten. Rusland is trouwens ook lid van de Raad van Europa, my goodness. Ik was er tegen als Tweede Kamerlid. Maar ja, soms moet je bepaalde mogelijkheden die je nog hebt om met elkaar in contact te blijven, benutten. En de veel radicalere stap om iemand maar een schop te geven en buiten de deur te gooien, om die negatiever is, om die te voorkomen. Maar vraag niet aan mij om het Turkije van dit moment, althans het Turkije van Erdogan, om dat te steunen of daar positief over te spreken. Nee, maar als Erdogan nu zich aangevallen voelt door de PKK en hij doet een beroep op artikel 5, dan moeten we hem komen helpen? Nee. Ook Engeland heeft nooit een beroep gedaan op artikel 5. Als het gaat over Noord-Ierland, Spanje heeft het nooit gedaan als het gaat over de Basken. Dat is niet eens een serieuze vraag, met alle respect. Nou, Noord-Ierland is een Engelse kolonie in het Europese grondgebied. Ja, maar goed, kijk, er zijn problemen waarvan iedereen weet, ook binnen de NAVO, dat zijn binnenlands politieke vraagstukken, die zijn verrekte lastig, zeker Turkije en de PKK. Het is doodzonde dat het daar allemaal niet iets beter is gegaan, wat het een paar jaar geleden wel deed. Maar goed, we praten hier over de NAVO vanavond. Ik vind dat geen argument om het er eventueel uit te gooien. Maar ja, de ene bondgenoot praat je wat warmer over dan de andere. Ja, maar het is niet anders. Als de Amerikanen zeggen, ja, maar dit is terreur en we moeten met z'n allen tegen Al-Qaeda gaan vechten, dan zegt u van, dat is prima. Maar als de Turken zouden zeggen, nou wil ik de PKK eens even goed aanpakken, dus ik doe ook zo'n beroep op artikel 5, zegt u, ja, maar dat doen we niet. De Turkije zal nooit een beroep doen. Turkije zal nooit een beroep doen. Heeft de NAVO dat gedaan? Oh, de microfoon. Als iemand iets weet wat wij niet weten, dan willen wij toch graag horen. De Verenigde Staten en Turkije heeft, voordat ze het gezegd zouden hebben het terrorisme te bestrijden, na de aanslag in Suruç, een aantal dingen afgesproken in NATO-verband. Zij hebben van de NATO de bevoegdheid gekregen een buffer binnen Syrië te mogen vormen, boven Aleppo. En dat is de reden waarom ze nou Syrië zijn binnengevallen. Dat is met fiat van de NATO. Zij hebben ook van de Veiligheidsraad het fiat gekregen in ruil voor niet-zitting in de Veiligheidsraad. Dat hebben ze al in 14 gekregen. Dat de Veiligheidsraad alle Koerden als potentiële terroristen in de ban mogen doen. Heren. Ja. Ik denk niet dat we zoveel verder komen. Wat ik tegen de heer Van der Peil nog vergeten was te zeggen. Al dan niet legitieme kritiek op Amerika is nog niet evenzeer legitieme kritiek op de NAVO. Wat u daar zegt betwijfel ik in hoge mate, maar laat het eventueel waar zijn. Dan regateert dat de Amerikanen, maar niet de NAVO. De NAVO as such. Dat was een NATO-pact. Het was een NATO-pact. En de NATO, daar werd beraad mee gehouden. Okay, dus na de aanslag van binnen Suruç, de NAVO. Ik denk dat het, eens kijken, wanneer was Suruç? Het was eind juli. Ik dacht 30 of 31 juli 2015. Maar, Bertie, zeg het maar. Of we ook het hele Syrische conflict erbij moeten slepen. Maar daar kunnen. U hebt waarschijnlijk gelijk. Zeker niet het Syrische conflict. Ik heb waarschijnlijk wel een. Ja, maar ook binnen dat conflict zijn er momenten geweest dat het wellicht rechtvaardig was dat Turkije iets deed. Laat ik het even zo formuleren. En dat ook Turkije zich legitiem mag beschermen is denk ik een kwestie van internationaal recht. Dus, maar er hangt hier een sfeertje, en dat is wat bij u en ook bij de heer Van der Peil, dat alles wat de NAVO doet en alles wat Amerika doet per definitie in de verkeerde daglicht. Nee. Kijk, het trekt je intellect helemaal scheef. Het stelt ons niet meer in staat om het goed te beoordelen.
Maar het mag hoor, die vrijheid hebt u. Maar de complexiteit van tal van vraagstukken worden niet gediend met een dergelijke retoriek. Nee, maar dat is zeker zo. Alleen, we kunnen dus zeggen dat het verband, een Atlantisch verband, op zich positieve effecten kan hebben. Maar waarom zou dat dan per se militair moeten zijn? Waarom moet dat gepaard gaan met een ongekende uitbreiding van militaire middelen? Waarom zien we een voortdurend om zich heen grijpen van nieuwe oorlogshaarden? Vergeet niet dat ISIS in het Midden-Oosten profiteert van bewapening die ze allemaal van het Westen hebben gekregen. In Libië, zei ik al, is door Sarkozy ook in het wilde weg wapens gestort. De NAVO is een belangrijke bron van verhoging van het geweldsniveau van allerlei politieke... Maar dat kunnen we ook bij de Verenigde Naties zeggen. Want als we kijken naar de Veiligheidsraad, dat zijn de top 5 wapenleveranciers ter wereld die samen de Veiligheidsraad voeren. Ja, dat is zo. Maar het is heel moeilijk om de... En dat daarin heeft de middelkoop gelijk. Het is heel moeilijk om de grenzen te trekken. Wat is Amerikaanse eenzijdige politiek? En wat is de NAVO als structuur? De NAVO in mijn ogen is het middel, het belangrijkste middel, waarmee de Verenigde Staten invloed uitoefent op de Europese verhoudingen. En voor alle andere continenten zijn 9 Amerikaanse wereldcommando's. AFRICOM is het laatste. Gaddafi hield dat altijd tegen, maar nu is het in Afrika gevestigd. Wij hebben EUCOM, dat is dan identiek aan de NAVO. Amerika heeft hier de middelen om de zaken naar zijn hand te zetten. Maar de NAVO doet dat met militaire middelen. En ik zou zeggen, waarom nou niet in 91 of anno nu de koers gewijzigd richting civiele oplossingen? Dat is wel een interessante vraag, als ik even mag aanvullen. Want tijdens uw betoog zei u dat de NAVO ook een waardengemeenschap was. Toen dacht ik wel van, hé, dat is raar, want volgens mij was de dictator Franco er ooit lid van. De Gaulle, het Griekse regime, was lid van de NAVO. Dan denk ik, hoe zit dat met die waardegemeenschap? Nee, kijk, het is natuurlijk primair begonnen als een militair bondgenootschap, politiek-militair, met het gekende doel Sovjet-Unie enzovoort tegenhouden. Maar dat valt ook niet te ontkennen. We moeten er ook niet mooier maken dan het is. Dat bedoel ik. Dat in al die processen, en dat gaat ook voor de Europese eenwording, maar daar hebben we het vandaag niet over, een aantal landen er wel beter van zijn geworden. En dat je op dit moment, ja, Turkije laten we nu maar even zitten, ook processen van democratisering daardoor zijn bevorderd. Maar dat is niet het primaire doel van de NAVO. Misschien mag ik nog één analytische opmerking maken, waar ik het misschien nog wel mee eens kan zijn. Ook om gewoon de discussie ook naar de zaal toe te verhelderen. Kijk, Amerika is heel lang, zeker na de val van de muur, unilaterale macht geweest in deze wereld. Hè. Dus een macht die zo groot is dat niets en niemand hem kon weerstaan. U zult ongetwijfeld een uur lang kunnen praten om duidelijk te maken hoeveel misbruik er van die macht is gemaakt. Ik ben bereid om een uur er tegenin te praten, laten we dat even niet doen. Maar Amerika heeft tal van verantwoordelijkheden op zich genomen en de wereld heeft het ook vaak gevraagd van Amerika. Zeg maar, dat is een soort systeembewaker van een soort liberaal, economische en politieke orde van deze wereld. Die orde is trouwens aan het verdwijnen. Dus over 10 jaar kunnen we hier praten over de invloed van de Chinezen en dan kunnen we daar mooie dingen over zeggen. Enzovoort, enzovoort. Dus heel veel van die kritiek, die ik bijna altijd niet gerechtvaardigd vind, maar doet er even toe, betreft de Amerikaanse machtsinzet, die vaak gelegitimeerd is, vaak imperialistisch is, zegt u, doet er even niet toe, maar heeft met de NAVO als zodanig niks te maken. Natuurlijk heeft Amerika ook belangen in termen van stabiliteit, economie en whatever, in Europa. Die belangen vallen in hoge mate samen met onze eigen belangen. En dat bindt Amerika en Europa aan elkaar. Maar vertaal dat nou niet, maar ik begrijp best dat dat het beste in uw straatje past. Enkel en alleen als dat de NAVO dan het verlengstuk zou van het imperialisme van Amerika. My goodness. Al die landen in Europa hebben parlementair democratisch besloten om lid te worden van de NAVO om zeer welbegrepen redenen van eigen belang. Maar ja, u zult wel weer uitleggen dat dat allemaal door de CIA is, weet ik wat gedaan. Nee, maar wat ik dan wel wil weten is waarom de Verenigde Staten na het instorten van het Warschau-pact heeft gezegd, wij willen de enige grote supermacht ter wereld zijn. Dat waren ze. Nee, dat heeft, dat, ja, maar ze willen het ook blijven. Ze waren, als je in de hele wereldgeschiedenis bekijkt, is er zelden een macht geweest die zo ongelooflijk groot is geweest als toen. Dat was een beetje van de weersomstuit. Door hun tegenmacht was in elkaar gedonderd. En wat overbleef,
was een zeer welvarend, zeer stabiel en democratisch, doet er even niet toe, en zeer militair sterk Amerika. Ik geloof niet dat ze daarmee de rest van de wereld hebben veroverd. Of dat ze daar. Goed, dat is het imperialisme van de heer Van der Peil. Dat is nu aan het verdwijnen. Want nogmaals, over 10 jaar praten wij over de militaire machtsontplooiing van China. Kunnen we trouwens ook nu over praten, maar dat gaat niet over de NAVO. Dus nee, er is altijd nog maar 1/3 van wat Amerika aan defensie uitgeeft. Weet ik. En Amerika was ook niet welvarend in 1991. Het feit dat Trump gekozen kon worden op een programma waarvan een van de pilaren was het herstel van de infrastructuur van de Verenigde Staten. Dus ingestorte bruggen, de half in elkaar gezakte scholen enzovoort. Dat is te danken aan het feit dat de eenzijdige ontwikkeling van Amerika altijd gericht is geweest op defensie. Natuurlijk waren ze objectief de enige supermacht. Maar in 1992 is ook een heel belangrijk rapport verschenen, getekend door Paul Wolfowitz, die toen onderminister was. Ja. Waarin gezegd wordt, we mogen nooit meer een situatie laten ontstaan waarin er één macht in de wereld is die ons dwingt om een evenwicht te bewaren. Dat was ook een enorme rechts-neoconservatieve diehard. Ja. Waar zelfs president Bush het niet mee eens was. Ik ga nog een bruggetje slaan, want ik ben het volstrekt met u eens dat Amerika, maar goed, we zijn geen Amerikanen, we hebben daar ook geen stemrecht, een heleboel van zijn binnenlandse politieke infrastructuur gigantisch heeft verwaarloosd. Ja. Dat zouden wij in Nederland denk ik niet zo doen. Het heeft, nu ga ik weer in discussie, heel weinig te maken met die defensieuitgaven, die weliswaar in dollars gezien gigantisch zijn, maar qua percentage van de welvaart van Amerika best te behappen zijn. En nu ga ik weer een bruggetje slaan. Het komt gewoon door het kapitalistisch liberalisme van de Amerikaanse politieke opvattingen, die u waarschijnlijk schandelijk vindt, die ik afkeur. We moeten een beetje onze toonhoogte denken, maar op dat punt zijn we het waarschijnlijk met elkaar eens. Dat de verantwoordelijkheid die Amerika ook voor zijn binnenlands politieke orde, ook voor bijvoorbeeld een heleboel van zijn de verarmde bevolking en dergelijke droeg. Maar het heeft met de defensie betrekkelijk weinig te maken. Want dat percentage is, wat is het, 3-4% of zoiets. Ik ga even loskomen van de details. Ik ga gewoon even een heel andere vraag stellen. En het publiek, nou ja, vanaf nu mag iedereen vragen stellen. Dus als u een vraag heeft, ik zie inderdaad dat de tijd begint te dringen. Ja, er zijn vragen. Ik ga eerst zelf nog één vraag stellen als ik mag. En daarna geef ik het woord aan de zaal. Ja, die vraag vind ik zo leuk. Op dit moment zien we de Chinezen nogal zich roeren in de Zuid-Chinese zee. Nou, daar liggen Japan vlakbij, Zuid-Korea, eigenlijk ook vrij westers georiënteerde democratieën. Waarom worden die geen lid van de NATO? De grootste bedreiging is wellicht niet eens Rusland, maar China. En volgens mij heeft Amerika ook geopolitieke belang in die Zuid-Chinese zee. Hier heb je weer de Marshall-eilanden vlakbij, et cetera. Kijk, de NAVO is natuurlijk ook wel een beetje gebonden aan zijn eigen geschiedenis. De NAVO is een Atlantisch verdragsorganisatie. En toen kun je het uitbreiden. Maar ik heb zo even analytisch tegen de heer Van der Peil, en dat was je denk ik wel mee eens gezegd, de Amerikanen dragen om welke reden ook een mondiale globale verantwoordelijkheid. De NAVO is geen global policeman, de Amerikanen eventueel wel. Dus als er al iets zou moeten gebeuren, wat overigens gebeurt, voor de bescherming van inderdaad democratische staten zoals Japan, Australië en whatever, dan is dat meer een zaak van de Amerikanen. Die kunnen het overigens 20 keer beter dan de NAVO. En die landen waar u het over hebt, waar we ook een soort waardegemeenschap mee hebben, daar heeft nog nooit iemand bedacht om het NAVO-bondgenootschap aan te vragen. Dat is niet aan de orde. Ze hebben een soort NAVO, dat is ZOAVO, die was SEATO. Maar dat Amerikanen, het leiderschap van de Amerikanen is ook daar cruciaal. Ik ga snel naar het publiek, want daar zijn prangende vragen. U was het eerst. Stel uw vraag. Een vraag van meneer Bilkoper. Misschien wilt u eerst zeggen wie u bent. Mijn naam is Hans Kaufman. Hartstikke goed. Ik woon hier in Haan. Maar, vindt u ook niet, meneer Bilkoper, dat George Bush eigenlijk een oorlogsmisdadiger is? Wacht even, we hebben het over de NAVO vanavond, hè? Maar goed, heel kort antwoord. Ik kan daar elke keer op geven toe. Of dat al of niet het geval is, is tenslotte op basis van het recht een uitspraak van een rechter. Dat ben ik niet. Nou, zulks is waar. Ja. Of heeft u daar nog iets aan toe te voegen? Ja? Het,
in Nuremberg in 1945 is vastgesteld dat het lanceren van een ongeprovoceerde aanvalsoorlog de hoogste oorlogsmisdaad is, omdat daarin oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid eigenlijk besloten liggen. En Bush en Blair, en ja, helaas ook onze eigen Balkenende, die hebben natuurlijk door die oorlog goed te keuren die hoogste regel overschreden. Alleen, ja, Blair die gaat gewoon door als een soort celebrity in de 10, 12 miljoen per jaar. En het internationaal strafhof, wat een heel goede instantie zou zijn geweest, dat is in de praktijk gebleken het Afrikaanse strafhof. Ja. Omdat alleen maar Afrikaanse oorlogsheren daarvoor zijn gesleept. De Amerikanen herkennen het ook niet, hè, volgens mij. Nee, Amerika. Nee. Amerika is er al. De volgende vraag. Ja. Een paar jaar na de Harm Snater. Een paar jaar na de Tweede Wereldoorlog kregen we de facto de situatie van een machtsevenwicht, zeg maar. Het Warschau-pact en de NAVO. Die bewapenden allebei in een flink tempo. Dan weer lag op bepaalde punten het Warschau-pact voor en dan weer de NAVO op bepaalde punten. Over het algemeen denk ik de NAVO. Maar toen met de perestroika was er een punt bereikt dat iedereen dacht van eindelijk gaat die wapenwetloop die aan de gang is, die kan nu eens worden beëindigd. En mijn teleurstelling was toen groot, dat toch weer werd gesproken een paar jaar later over modernisering van de kernwapens, terwijl dat de mogelijkheid was geweest om kernwapens de wereld langzamerhand uit te krijgen. Zal ik het even samenvatten? De toestand was uit de hand gelopen. Dankzij die wapenwetloop waren er nog een aantal, het was geëscaleerd, nog een aantal kernwapenbezittende mogendheden. Kunnen wij terug... Ik ga de vraag samenvatten. Je zou kunnen zeggen van die NAVO had als doel om het bolsjewisme te keren. Het bolsjewisme stort in, Warschau-pak stort in. Nou, dan kunnen we de NAVO ook opdoeken. Wie pakt hem? Dan beginnen we weer opnieuw vanavond. Maar, goed, ik begrijp wel aan de vraagsteller dat het even op zich een natuurlijk moment geweest zou zijn. De NAVO bestaat nog, Warschau-pak bestaat niet meer. Precies. Ja, maar worden u en ik als burgers van een democratisch land onder druk door een of andere repressieve NAVO-structuur. De NAVO heeft heel lang helemaal niks gedaan. De budgetten zijn zeker in Europa, maar zelfs in Amerika, maar zeker in Europa, ook in Nederland, zijn enorm naar beneden gegaan, tot grote verdriet van alle generaals. U heeft het niet over defensiebudgetten, toch? Nee, defensiebudgetten. 600 miljard in de VS? En het gaat weer omhoog? In Europa zijn die enorm naar beneden gegaan. En hoe gruwelijk het ook is, in al die periodes van de Koude Oorlog was er, dankzij die twee blokken, een zekere stabiliteit, waar u en ik in dit deel van de wereld gelukkig... Ja, er is nooit oorlog geweest. Het was een gruwelijke spanning, maar er is nooit oorlog geweest tussen Amerika en Rusland. Laten we de hemel alsnog danken dat er met die militaire nucleaire capaciteiten en nooit sprake is geweest van een oorlog. En dat we na die perestroika, dat herinner ik even goed als u, dat waren tijden van grote beloften, ook in Rusland. Ook in de relatie tussen Rusland en het Westen. Nou ja, er is helaas op dit moment weinig meer van zichtbaar. Maar in die periode heeft bijvoorbeeld de NAVO van de 5 of 6, daar ben ik even kwijt, nucleaire taken, ze allemaal afgeschaft op één na. En die ene ligt ergens op een stoffige plank. En daar wordt helemaal niks mee gedaan. Er is dus degelijk heel veel ook aan ontwapening gedaan. Mede door de NAVO. Maar ook dat was weer een ontwapening van de Russen en de Amerikanen. Nee, maar de vraag is, waarom hebben we de NAVO laten voortbestaan? Dat is gewoon de vraag. Die vraag heb ik beantwoord in mijn bijdrage, begin vanavond. Heeft ons parlement recentelijk uitgesproken, recentelijk tussen aanhalingstekens, dat we de kernwapens uit Nederland weg willen hebben. Die hier liggen, zoals iedereen weet. Volkel, toch? Er zijn verschillende landen binnen de NAVO en daarbuiten die datzelfde willen. Maar het gebeurt niet dankzij
De NAVO. Meneer Van der Pijl, heeft u hier een antwoord op? Nee, gewoon, want ik wil de vraag heel... De minister weet hier meer van. Ja? Maar ja, ik moet... Wat van groot belang is, is de betekenis van kernwapens. Ik bedoel, het kernwapengevaar neemt steeds meer toe. Als er één reden is waarom, naar mijn oordeel, het levensgevaarlijk is dat wij daar nu steeds dichter rond dat Kaliningrad gaan zitten, is dat de Russen hebben daar raketten staan. Het Westen heeft, is op een agressieve manier bezig om de Russen daar uit te dagen, zogenaamd zoals ze zelf zeggen, een signaal te geven. Uiteindelijk praten we over de twee grootste kernmogendheden. De intenties, bijvoorbeeld van Obama, bij zijn aantreden, om de kernwapens af te schaffen, zijn omgeslagen in zijn tegendeel. We hebben de NAVO toch niet gehandhaafd om het kernwapenarsenaal te beheren? De NAVO is een stap in een escalatieladder die het hele Atlantische bondgenootschap in een conflict betrekt. Uiteindelijk zijn het Amerikaanse kernwapens die de ultieme ratio vormen van de militaire macht van de NAVO. Meneer Van der Pijl, we kunnen de avond helemaal laten mislukken door te eindigen met de constatering dat er sprake is van een nucleaire dreiging in ons deel van de wereld. Ik ben het met u eens dat kernwapens de wereld uit zouden moeten, maar de dreiging, als die al bestaat, en die bestaat, zit in Noord-Korea, zit in Iran, zit misschien veel eerder nog tussen Pakistan en India. Daar verwacht ik het nog veel eerder. En laten we nu alsjeblieft onze toon een beetje matig als het gaat over ons deel van de wereld. We liggen op dit moment aardig overhoop met Poetin, of Poetin met ons. En dat is ook zijn eigen belang, want anders overleeft hij zijn eigen politieke leven daar niet. Maar gelukkig praat toch niemand over de inzet van nucleaire wapens. De NAVO heeft nog één restant nucleair wapen, waar overigens, dat is weliswaar de NAVO ook alleen maar de Amerikaanse president over kan beslissen. Dus ook hier weer Amerika. Bij alle plannen die in Brussel worden gemaakt, de militairen, voor eventuele bedreigingen, en daar zijn ze voor, daar rekenen wij ook als burgers op, dat ze dan plannen maken. Bij al die plannen zit nooit het kernwapen. Ten principale doet de NAVO dat niet. Dus dat ligt ergens op de plank. En laten we nu alsjeblieft zelf geen zo klein als we zijn, geen bijdrage leveren aan een soort escalatie. Op dit moment zijn die spanningen al beroerd genoeg rond de Krim en whatever. Maar die zijn niet nucleair van aard. Want dat is echt het doen herleven van de Koude Oorlog. En daar zou ik me niet schuldig aan willen maken. Okay. Zijn er nog meer vraagstellers? Want, Mijn naam is Roem Hooijekind. Ik wil een vraag stellen aan Eimert van Middelkoop en eigenlijk ook wel een reactie daarop van de heer Van der Pijl. Het betreft dan de voor u moverende redenen om tegen de uitbreiding te zijn van de NAVO met landen als Georgië en Oekraïne. En hoe ook in het associatieakkoord afspraken ingebed zaten waarin dus die handel van Oost-Oekraïne met Rusland zou worden belemmerd. En of dit, om dus niet meer terug te gaan naar uw beide verschillende standpunten ten aanzien van de ontwikkelingsgang van de NAVO, maar in haar huidige situatie, of dit gewenst is dat op zo'n manier een akkoord tot stand komt wat eerder conflict bevorderend is dan dat het zorgt voor een vreedzame coexistentie van Rusland. Oké, deze vraag had gesteld kunnen zijn of opgeschreven kunnen zijn door u, denk ik zo. Dus... Nee, maar ik ben het hier al grondig mee eens. Ik was zelf in Boekarest als lid van de Nederlandse delegatie, Balkenende en Verhagen. Ik zie mezelf nog een paar weken daarvoor naar mijn goede vriend Maxime Verhagen lopen. Die was minister van Buitenlandse Zaken, dus de eerste verantwoordelijke voor het standpunt van de Nederlandse regering. Ik zeg, joh, we krijgen eerder in Boekarest met Oekraïne en met Georgië te maken. Ik ben er moeilijk eens op tegen. Ik mag toch ook aannemen dat jij er ook op tegen bent. Want ja, je spreekt elkaar niet elke dag. En dat was ook zo. Duitsland zat gelukkig op exact dezelfde lijn. Amerika niet. Dus die top, moet je Jaap de Hoop Scheffer vragen, die heeft het ongelooflijk veel moeite mee gehad als secretaris-generaal van de NAVO, om die top een beetje tot een einde te brengen. Die lag behoorlijk onder spanning, omdat de Amerikanen wel wilden. Mijn eigen overwegingen, want ik analyseer het nu achteraf, daar kan ik nu wel open over zijn, dat is geen onderdeel van het standpunt destijds van de Nederlandse regering was, dat ik best begreep, nog even los van het feit dat de Oekraïne en Georgië helemaal niets nog niet zo ver waren dat ze ook maar iets zouden kunnen leveren, enzovoort, enzovoort. Maar dat ik dus best begreep dat Rusland ook een legitieme wens heeft om een soort invloedssfeer om zich heen te hebben, die niet als bedreigend zou kunnen worden opgevat. Oekraïne was historisch gezien het hartland van de Russische natie.
Zeker van de Russische Orthodoxe Kerk, wat de ziel is van de Russische natie. Nou, al dit soort argumenten deden mij ervan overtuigen dat het verstandig was om Georgië economisch vriendelijk te behandelen, politiek vriendelijk te behandelen, maar geen beslissingen te nemen zonder daarvoor Moskou te consulteren. Natuurlijk hebben we altijd wel gezegd, de NAVO maakt zelf wel uit wie lid wordt of niet, en dat is, formeel is dat ook wel zo, maar geopolitiek vond ik het buitengewoon onverstandig. Dat is echt een kwalitatief andere stap was dat geweest dan bijvoorbeeld Tsjechië of Polen om de Oekraïne. Dus ik was erop tegen. Het standpunt deel ik dus. Ik bedoel, zoals we ook accepteren dat Amerika destijds met Cuba niet accepteerde dat Rusland daar een invloedssfeer op bouwde, voor zover de vergelijking opgaat, en dat was nog in de Koude Oorlog tijd, denk ik dat we, en ik had dat begrip, dat we Rusland, laat ik het anders formuleren, dat er geen evident westers belang gemoeid was met het schofferen van Rusland. En of dat schofferen nou terecht was of niet, maar doet er even niet zoveel toe. We hadden met Poetin te maken. Die wist van tevoren, Poetin, die trouwens ook in Boekarest was, en daar als het ware de Tweede Koude Oorlog is begonnen, die gaan wij onnodig schofferen als wij ook Oekraïne richting de NAVO brengen. Het is ook niet gebeurd en niemand praat er nu meer over. Dus so far so good, denk ik. Uw antwoord op dezelfde vraag? Nou, dat niemand er. Ik ben het er grote lijnen mee eens. En in wezen mogen we blij zijn dat er nog Nederlandse politici zijn die het lef hebben om bij zo'n Amerikaanse voorwaartse beweging, zal ik het dan maar noemen, te zeggen: nee, daar doen we niet aan mee. Nou, kijk eens dan. Avond is gered, dames en heren. De gedachte. Nee, maar het is heel belangrijk, juist in het huidige politieke klimaat, dat je ver uit elkaar liggende standpunten op een geciviliseerde manier aan elkaar kenbaar maakt. Maar het is niet juist om te denken dat het NAVO de aansluiting bij de NAVO van de kant van Oekraïne van tafel is. Omdat de huidige regering daar nog steeds, ook op grond van een parlementair besluit om de neutrale status officieel op te heffen, die vroeger in de grondwet stond, aansluiting bij het Westen zoekt. En het is zo dat er in het associatieakkoord vier artikelen, 4, 7 en 10 staan, die bepalen dat. Ja, maar dat is Europese, dat betreft ja, de Europese Unie, niet maar, de NAVO. Even, jullie waren het met elkaar eens, dat moeten we zo houden. In 2008 kan je zeggen, dat tenminste in mijn lezing, dat met het verdrag van Lissabon en de daarin opgenomen defensiebepalingen in wezen de EU zijn onafhankelijke geopolitieke stellingname heeft ingeleverd en ondergeschikt is geworden aan de NAVO. Okay. Het is 10:00, sterker nog 10:01, dus we gaan bijna afronden. Maar er mag nog één vraag gesteld worden. Oh, nee, niet iemand achter de bar. Karel, jij, oké. Okay. Karel van Broekhoven. Ik wil nog even naar Sebastopol terug. Want u zei, Sebastopol is Russisch grondgebied gebleven, hoorde ik u zeggen. Wie is u? De heer Van Middelkoop, ja. Ik meen dat u dat zei. Ja. En ik meen te weten, gehoord te hebben, dat een van de redenen die de Russen hadden om daar in te grijpen, was dat het een gehuurde situatie was. Dat die basis werd gehuurd van Oekraïne en dat Oekraïne die huur had opgezegd. En dat daardoor een soort reactie uitgelokt werd van Rusland. Klopt dat? Ja, of die huur is. Kijk, bij de erfenis van de verdeling, zeg maar, de imploderen van de Sovjet-Unie. Zijn er natuurlijk een paar lastige zaken overgebleven. Kaliningrad kun je ook zo'n lastige zaak, maar dat is denk ik redelijk gepacificeerd. Maar daar hebben ook die Baltische Staten geaccepteerd dat Rusland daar een OC-vloot, OC-haven konden hebben. Ja, zo gek zijn we bij de NAVO dat we dat zomaar goed vinden. Sebastopol, ik weet eerlijk gezegd niet meer of die huur was opgezegd. Ik betwijfel het. Het was misschien aangekondigd. Maar kijk, het was de Krim om historische redenen. Om weet ik wat voor redenen natuurlijk een lastig gebied, dat wisten we allemaal. Op dat punt geen enkel verschil van mening. Het is grondgebied van de Oekraïne geworden, met instemming van een ieder, toen het gebeurde. Op dat deel, het stukje grondgebied, zat een Russische basis. Dat maakt het al wat lastiger. En historisch gezien was het ook lastig. Nou, dan heb je te maken met een heel beroerd internationaal politiek vraagstuk. Mijn grote probleem is met de heer Van der Peil, is dat hij de Russische inval, annexatie, met overschrijding van alle regels van het internationaal recht, goedkeurt en rechtvaardigt. Ik
ben het misschien initieel nog wel met hem eens, dat ze daar met elkaar over zouden moeten gaan praten. Ik zou zelfs de wens van Rusland om de Krim alsnog in eigen handen te krijgen, zou ik begrijpelijk vinden. Maar er is maar één manier waarop dat had kunnen worden gebilligd. Via de Verenigde Naties, via de Veiligheidsraad en via in elk geval wederzijdse overeenstemming en goedkeuring van beide partijen. Natuurlijk zag Rusland aankomen dat dat niet zou lukken op zo'n korte termijn. En heeft Poetin op zijn fantastische manier dat maar via annexatie gedaan. Laten we, beste vrienden, alsjeblieft de dingen benoemen zoals ze zijn. Zelfs al heb je een sympathie voor de Russen. Zelfs al heb je een sympathie voor de Krim bij de Russen. De manier waarop is werkelijk een schending van de meest elementaire regels van het oorlogsrecht. Of van het internationale recht. En kan alleen maar worden afgekeurd. En daarna praten we verder. Maar dit is één deel. Het laatste woord is voor de heer Van der Pijl. Er is één deel van de wereld waar dat ieder moreel recht op dit soort oordelen te vellen heeft verspeeld. En dat zijn wij. Wij hebben het Midden-Oosten in de afgrond gestort. We hebben Noord-Afrika gedestabiliseerd. En dan zouden wij degene moeten zijn die tegen Rusland zegt: jullie mogen een referendum wat daar gehouden is en wat gevraagd heeft om aansluiting in de Russische Federatie. Dat mag niet. Het is een overschrijding van formele regels. Maar hele kleine overschrijdingen vergeleken met het bevorderen van de onafhankelijkheid van Kosovo, het vernietigen van Joegoslavië en het vernietigen van het Midden-Oosten. Dus kijk, het probleem is, en daar komen we terug bij de NAVO. Als je alle problemen militair benadert, dan lok je een actie- en reactieproces uit waarin het steeds gewelddadiger toegaat en waarin staten gedwongen worden. Vergeet niet dat Poetins intentie is altijd geweest aansluiting bij het Westen. Hij wil ook kapitalist worden en als een bij de G8. Nou, dat is omstreden. Nou, zijn vrienden in ieder samen geval. Samen met andere oligarchen. Maar, ja. Maar als je mensen met hun rug tegen de muur dwingt en daar bovendien steeds militaire middelen bij haalt, dan lok je een verruwing van de internationale politiek uit. En de NAVO is daar in mijn ogen een instrument bij geweest. Dat is op zich wel interessant. Hè? Want we kennen Amerika natuurlijk ook wel als een land dat houdt van geweld, zou ik maar zeggen. Het zou beter zijn als de NAVO een waardegemeenschap is. Zij de onafhankelijk voorzitter. Ja, maar nou mocht ik nog even. Heren, ik wil u beiden hartstikke hartelijk bedanken voor jullie aanwezigheid vanavond. Ik vond het in ieder geval heel levendig. En of jullie echt tot elkaar gekomen zijn, betwijfel ik zeer, moet ik eerlijk zeggen. Maar het is goed dat we het van twee kanten hebben kunnen belichten. Iedereen hartelijk bedankt dat jullie er waren.